Bij deze oriënterende ronde. Agenda punt 1 is opening en mededeling. Bij deze is de vergadering geopend. Er zijn vanuit hier geen mededelingen, zijn er vanuit de raad mededelingen? Niet. Punt 2 is vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda? Niet. Ik heb één vraag wel over de agenda. Punt 5 is jaarstukken 2017 en resultaatbestemming. Annex de achtste wijziging van de begroting. En punt 6 is de aanbieding van de conceptjaarstukken van de BOH. En punt 7 is dan weer de eerste bestuursrapportage van de gemeente Hardenberg. En mijn vraag is of punt 7 niet na punt 5 moet. Dat we eerst zeg maar alle stukken van de gemeente Hardenberg afhandelen en daarna van de BOH. Of dat u zegt handel gerust af zoals het nu op de agenda staat. Ik kijk even rond. Dan laten we de agenda intact, dan doen we het gewoon zoals het op de agenda staat. Er hebben zich, ik noem het maar even, twee partijen gemeld voor het spreekrecht. Want de eerste inspraak wordt door drie mensen gedaan van Sportservice Hardenberg. Dat is meneer Pitt, meneer Jaspers en meneer Hofland. En de tweede inspreker is meneer Harmsen van de Stichting Beheer Sporthal De Meet. Maar ik wilde beginnen met Sportservice Hardenberg en ik wil de heren vragen om bij het spreekgestoel te plaatsen. Goedemiddag, dank u wel voor de mogelijkheid om hierin te spreken. Mijn naam is Roel Pitt en ik ben hier als lid van de Raad van Advies van Sportservice. En we willen graag beginnen met een introductie van Sportservice middels de moderne techniek. Een korte introductiefilm alle mogelijkheden die Sportservice biedt. Dit is een non-profit organisatie en als sportgek heb ik me bereid gevonden om in de Raad van Advies te gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat de gemeente hier in Hardenberg, maar ook buiten de gemeente Hardenberg, mensen de mogelijkheden hebben om te bewegen, om te sporten. Maar ook om ja, meer aan de gang te gaan, vitaler te zijn. Ik ben ja, van huis uit opgegroeid met veel sport. En ja, voor mij is het een gewone zaak dat je beweegt, dat je op je fiets naar je werk gaat, dat je een aantal zaken regelt. Maar voor andere mensen in de samenleving is het soms wat lastiger en daarvoor hebben ze een steuntje nodig. En nou, bij Sportservice bieden we verschillende mogelijkheden met een professioneel team van mensen die daarvoor niet alleen het vakonderwijs, maar ook in andere zaken ondersteunen. Om mensen weer vitaler te krijgen binnen de samenleving, wat ook aansluit bij de doelstelling van de gemeente. Daarom stel ik hier aan de rechterkant een aantal flyers waarvan wij zien, waar u kunt zien waar ze allemaal in actief zijn. En dat zijn niet alleen maar op scholen, maar ook juist ook mensen om ouderen te stimuleren. Om in de hele samenleving het mensen vitaler en te laten bewegen en op een gezonde manier te kunnen functioneren. Dank u wel. Dit was mijn introductie. Ik heb gekeken dat ik beperkte tijd had. We hebben wel drie sprekers. Dus vandaar dat ik mijn opvolger Wim. En ik ben gevraagd om heel kort iets te vertellen over de raakvlakken van Sportservice Hardenberg met een stukje zorg. Nou, zoals u ziet, mijn naam is Wim Jaspers. Ik ben werkzaam in de Saxenburg Groep. Afdeling Revalidatie Sportgeneeskunde is mijn afdeling. En ook daar zijn we iedere keer bezig met vernieuwende manieren om de zorg in onze vitale vechtalregio ook dichterbij beter te brengen. In gesprek met de orthopeed van het ziekenhuis liepen we tegen het feit aan dat er een groeiende stroom artrosepatiënten, zeg maar, mensen met slijtageklachten van gewrichten, bij de orthopeed terechtkomt, wat nog niet de bedoeling is. Simpelweg omdat ze nog niet voor een gewrichtsvervangende operatie in aanmerking komen. Onze insteek is geweest om dit op een andere manier aan te vliegen, waarbij we ook gekeken hebben van hoe brengen we mensen meer in hun eigen regierol, want dat is toch ook wat de zorg op dit moment voorstaat. En we hebben gemeend daar een oplossing in te vinden door een triage uit te voeren, waarbij we zoveel mogelijk van deze groep patiënten al doorverwezen naar een gericht stuk bewegingsonderricht. En dat doen we dus samen met de mensen van Sportservice Hardenberg, om op die manier de mensen weer te leren ervaren dat zij ondanks hun klachten prima kunnen bewegen. En hen ook te stimuleren, en daarvan maken we ook gebruik van het netwerk van Sportservice Hardenberg, om ze uiteindelijk onder te brengen bij welke sportactiviteit dan ook. Of ze nu aanhaken bij een plaatselijke vereniging, of zelfstandigen in groepjes op een sportbeleving gaan wandelen, wat dan ook.
Dat maakt niet uit als ze die stap maar gaan zetten. En ons is gebleken in het eerste jaar dat we nu met deze methodiek proefdraaien. Dat de uitslagen daarvan ook echt positief zijn. En we zijn dus ook dit jaar begonnen om daar een tweede vervolg aan te geven. Dank u wel. Moest u een knopje indrukken? Nee. Ik ben Wilco Nijland. Niet Hofland, maar Nijland. Ik spreek namens de basisscholen. Ik ben zelf directeur van de Ricee-school en de Morgenster. Via de sportservice hoorden wij dat er een voornemens besluit ligt om de combifunctionarissen bij het PO weg te halen en door te sluizen naar het VO. Het PO het primair onderwijs, het VO het voortgezet onderwijs. Ik heb overleg gehad met een aantal collega's van Arcade en van Chrono. Het verbaasde ons dat we daar als scholen niet bij betrokken zijn, dat dat zomaar ergens uit de lucht komt vallen. En eigenlijk wil ik een pleidooi houden om die combifunctionaris te handhaven, sowieso in het PO. Er wordt een onderzoek gedaan volgens het IJslands model, begrepen we. En in IJsland wordt er ingestoken op de pubers van 12 tot 16 om ze niet op het verkeerde pad te krijgen, maar ze te laten sporten in plaats van ze te laten roken, drinken en aan de drugs te laten gaan. Een prachtig voornemen, dus ga vooral naar IJsland om dat te bekijken. Maar vergeet niet de 4 tot 12-jarigen, doe niet het IJslands model, maar het Nijlands model. 4 tot en met 18, zorg voor sport en haal de combifunctionaris niet weg bij het PO. Wat ze doen is geweldig. Een bekend gezicht voor de jeugd. En doordat ze bekend zijn, kunnen ze de jeugd enthousiasmeren voor buitenschoolse sportactiviteiten. En het lijkt me goed om te gaan monitoren wat dat al heeft opgeleverd. Ik heb nog geen verslag gezien van monitoring combifunctionaris uit het verleden. Lijkt me goed om dat eerst te gaan doen voordat een besluit genomen wordt om het te gaan opheffen. En ik kan al vertellen dat kinderen enthousiast zijn voor sporten. Het is niet alleen meer voetbal, maar er zijn kinderen van mijn school die zijn op basketbal gegaan, op zwemmen, op volleybal. Dus veel breder dan alleen de sport die zeg maar hoog aangeschreven staat. Dus een pleidooi om hem in het PO te houden. Ik blijf nog even voor eventueel verdere vragen, maar mijn spreektijd is denk ik voorbij. Heel goed, dank u wel. Zijn er vragen voor een van deze drie heren? Geen vragen. Nou, dat is mooi, dan gaan we naar de volgende inspreker. En dat is, hartelijk dank overigens voor uw inbreng, voor ik dat vergeet. Dat is meneer Harmsen van de Stichting Beheer Sporthal De Meet. De Meet, sorry. Goedemiddag, dames en heren, leden van onze nieuwe gemeenteraad, althans voor mij. Mijn naam is, maar dat was u al in het oor gefluisterd, G. Harmsen. En ik sta hier als voorzitter van de Stichting Beheer Sporthal De Meet. Maar ik zei je toch ook wel een beetje als medeoprichter van volleybalvereniging Kangeroe. Dat was in 1971-72. Mede dankzij de zeer enthousiaste initiatieven van de beheerder van die tijd, Jan Junte. Die bezat een heel warm hart voor de sport in onze gemeente. Natuurlijk ook naar aanleiding van de opening van de Meet in die tijd. De nieuwe hal stelde ons overigens kort na de bouw, om precies te zijn in september 1973, in staat om in Hardenberg een finale pool van de Europese kampioenschappen voor landenteams jeugdvolleybal te organiseren. Met een buitengewoon grote belangstelling en een dito financieel resultaat. U gaat, als ik me niet vergis, op 29 mei of op 7 juni stemmen over, als ik het goed heb, de eerste bestuursrapportage 2018. Daarin is onder andere opgenomen het collegevoorstel met betrekking tot de renovatie van de Meet. En daarvoor wil ik graag uw aandacht. Want sport is naar mijn mening nog steeds van essentieel belang in de ontwikkeling van onze jeugd en een bindende factor in onze samenleving. Ik heb er vroeger zelf in ieder geval ontzettend veel plezier aan beleefd. Het draagt niet alleen bij tot een goede lichamelijke gezondheid, maar heeft ook een belangrijke sociale functie. En het is zeer karaktervormend. Je leert uitdelen, maar ook incasseren. En in een tijd die langzaam maar zeker beheerst wordt door minischermpjes, individuele games en de luie stoel, moet een serieuze en goed gestructureerde sportclub de gelegenheid worden geboden om op zijn minst een gezonde concurrentie te bieden aan deze fenomenen. En u biedt meerdere sportverenigingen daartoe nu al volop de mogelijkheden. Als grote vereniging Kangeroe zijn we altijd al een belangrijke huurder van de hal geweest. Daarom zijn we bijna 10 jaar geleden, in september 2009, in gesprek gegaan met afdeling Sportzaken om van de Meet echt ons thuishonk te maken. Versnippering maakte destijds dat we in 7 verschillende gemeentelijke sportaccommodaties trainden en wedstrijden speelden.
Dat bevordert het wijgevoel binnen een club bepaald niet. De gemeentelijke wil was er wel, maar ambtelijke molens draaien nou eenmaal langzaam. En dus duurde het tot 1 januari 2016 voordat we het beheer van de meet uiteindelijk konden overnemen. En eerst sinds augustus 2017 bij de opening van Sporthal de Slag, welke eigenlijk helemaal is toegesneden op zaalvoetbal, verkregen we formeel voorrang bij reserveringen in de avonduren van de meet. En daarnaast maken overdag de nieuwe vesten en grijdanes, waarmee we regelmatig ook een goede afstemming hebben, nog steeds volop gebruik van de accommodatie. Sinds de oprichting van onze stichting hebben we veel renovatieplannen ingediend bij de dienstgronden en gebouwen en bij de aanstaande vrijdag afscheid nemende wethouder Douwe Prinsen. Dat was voor een sporthal die niet ons, maar uw eigendom is. Het sportcafé werd in 2016 meteen stevig aangepakt en het resultaat mag er zijn. Mede dankzij een beperkte bijdrage van gemeentewegen en de inzet van heel veel vrijwilligers hebben we het gewenste clubgevoel inmiddels helemaal weer terug. Maar er is veel meer nodig om een hal die inmiddels 46 jaar oud is en waaraan de afgelopen jaren nauwelijks iets anders gedaan is dan de handhaving van lopende onderhoudscontracten te realiseren. Begrijpelijk in economisch wat moeilijke tijden, maar dat helpt niet echt als je met veel loszittend tegelwerk, nauwelijks werkende douches en regelmatig slecht doortrekkende of doorlopende wc's te maken hebt. En bovendien kwamen tijdens de verbouwing van het sportcafé nogal wat verborgen gebreken aan het licht. Onze eigen inschatting is dat een gedateerde hal als de Meet in totaal een renovatiebudget van ex-BTW 1,3-1,4 miljoen nodig heeft om weer helemaal te voldoen aan de eisen van deze tijd. In de afgelopen jaren kregen we enig inzicht in diverse meerjaren onderhoudsplannen, de zogenaamde MJOP's, en bijbehorende budgetten van de bestuursdienst Ommen Hardenberg. Die zijn nogal illustratief en ik zou de vergelijkingstabel even heel graag met u willen doornemen. In 2014 vermeldde het MJOP tot en met 2023 een benodigde investering van €947.000. En in 2016, toen was er een nieuw budget gemaakt, was het budget tot en met 2036, en dat is natuurlijk erg ver, een investering van €1.666.680 om precies te zijn, inclusief BTW. Na het sportcafé hebben we op eigen initiatief en kosten een fysioruimte gecreëerd en inmiddels de bestuurskamer volledig opnieuw ingericht. Het collegevoorstel dat 7 juni bij u of volgende week bij u in stemming komt, heeft los van de reeds uitgevoerde projecten betrekking op ons vierde ingediende renovatieplan met betrekking tot de sportzaalaccommodatie zelf. En betreft gangpaden, kleed- en doucheruimtes aan de nieuwe vestzijde. Maar de plannen liggen al klaar voor andere plannen, zoals de andere zijde, gevelaanpassing, vloervervanging en een complete herziening van de centrale diensten. Aan die ontwikkeling en uitvoering willen we graag met onze vrijwilligers en samen met uw dienst gronden en gebouwen een forse bijdrage leveren. Dat woord samen blijkt overigens ook een populair woord binnen de gemeente Ommen, als we de pers mogen geloven. Maar wij menen het echt. Ik kreeg eerst vanmiddag inzage in het... Zou u tot een afronding willen komen? Ik heb nog een paar cijfertjes die ik... Ik ben nog allemaal van pagina. Ja, maar u bent al over uw 5 minuten heen. En bij de andere drie heren ben ik ook een beetje streng geweest. Dus ik wil dat bij u graag ook zijn. Of eigenlijk niet graag, maar okay. Zo werkt het dan. Dan ga ik graag de sheets nog even met u door. U ziet hier de budgetten zoals wij die ontvangen hebben, zoals ze in de pers hebben gestaan en zoals wij ze ook ontvangen hebben van de afdeling gronden en gebouwen. En we komen dus uit voor de komende jaren op een totaalbudget van €600.000. Daarbij denken we dus een heleboel aanpassingen te doen, waaronder de gevelaanpassing. Het is een heel erg gedateerd gebouw en het is dus erg aan vernieuwing toe, ook de buitenkant, als je het vergelijkt met in de omgeving liggende gebouwen. Ik heb begrepen dat u als raad niet wilt volgen, maar aan het roer wilt staan. Ik heb ook begrepen dat het college echt een activiteit wil organiseren waarbij Hardenberg niet verstoft, maar zich focussen op de jeugd.
En wij hopen van ganse harte dat u ons in staat zult stellen om die projecten die we inmiddels hebben ingediend, maar ook die er nog aan zitten te komen, van harte wil steunen. En ik wil u hartelijk danken voor de tijd die u me daartoe heeft geboden. Graag gedaan, meneer Harmsen. Als u nog even wilt wachten, want ik weet niet of er vragen zijn voor meneer Harmsen. Ik zie in ieder geval een vraag van meneer Stelpstra. Meneer Gelling. Meneer Gelling, ga uw gang. Hartelijk dank u wel. U moet er een beetje snel door, zo op het eind. Ik begrijp dat u nog wat dingen wilde vertellen. Is het misschien mogelijk dat u die dingen die u had willen vertellen nog bij de Griffie neerlegt? Met veel zodat plezier. Zodat wij daar in ieder geval kennis van kunnen nemen. Het is digitaal beschikbaar, dus ik stel voor dat ik het aan de Griffie toestuur en dat die het distribueert. Ja, en in geval van vragen kunnen wij ons bij u melden om daar nog eens van ook, te horen. Ook met heel veel plezier. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, hartelijk dank meneer Harmsen voor uw inspraak. Vooral uw inleiding vond ik prachtig, hè, over kinderen. Het had zo in het coalitieakkoord kunnen staan. Er stond ook zoiets in genoteerd. Ik zag net een aantal bedragen op uw sheetje staan. En ik zit dan even te kijken naar ons investeringsoverzicht. En daar zie ik die bedragen niet allemaal terugkomen. Dat is heel juist en daar wil ik niet juist op ingaan, maar ik heb het moeten inkorten. Dus nou, dan zou ik aan willen vragen om daar toch nu even op in te gaan. Dat wil ik met veel plezier doen. Het is een grappige omweg, maar u verwacht er vragen over te hebben, meneer Stelpstra. Ik vraag het hierom. Meneer Gelling die vroeg net om de stukken na te sturen of via de Griffie te verstrekken. Maar ga uw gang. Mijn tekst luidde als volgt. Ik kreeg vanmiddag inzage in de bestuursrapportage waarover u volgende week of 7 juni gaat stemmen en ontdekte enige variatie in de gepresenteerde bedragen. Wij gaan voor ons nog uit van een bedrag van 6 ton. En dat staat ook vermeld in het persbericht dat de gemeente zelf heeft verspreid richting Stentor. Daar stond het dus ook in, een week of 2,5-3 geleden. En het stond ook in de beschikking die wij als stichting ontvingen vanuit de afdeling gronden en gebouwen van de gemeente. Die 6 ton. En opgesplitst in die 3 bedragen die u zojuist heeft gezien op het sheet. Dus daar heeft u al een toezegging over ontvangen? Daar hebben wij een toezegging over ontvangen, maar ik begrijp dat u daar niet over gaat stemmen. Dus ik weet niet waarop dat in feite inhoudt. Vandaar dus ik had het in bedekte termen gezet, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel onze bedoeling om met dit pakket, wat wij dus hebben uitgewerkt voor dus 3 achtereenvolgende jaren, om dat inderdaad in zijn totaliteit uit te voeren. En daar lag dus juist mijn opmerking dat ik dacht van dat wil ik nog even onder uw aandacht brengen. Want dat het sloot niet 1-op-1. Nou, en we zullen de vraag even meenemen straks naar de nieuwe portefeuillehouder. En die zal een prachtig antwoord hebben. Prima. Dat was het. Hartelijk dank meneer Harmsen. Heeft u toch nog de andere cijfers ook even kunnen doen. Hartelijk dank voor uw tijd. Wilt u? Ja hoor. Dan gaan wij verder met de rest van de agenda, waarbij ik nog wel even wil vermelden dat het schema er eigenlijk als volgt uitziet, dat wij tot 6:15 de agendapunten zullen behandelen, voor zover als wij komen. Om 6:15 zullen we gaan eten en om 7:00 hervatten wij dan de O-ronde tot 8:30, want dan staat de raadsvergadering gepland. Mocht het nodig zijn om na de raadsvergadering de O-ronde af te maken, dan zullen we dat doen, maar de planning is er eigenlijk op gericht om in ieder geval om 8:30 de O-ronde te hebben afgerond. Dan weet u dat. We zijn bij agenda punt 4, dat is de toelichting van de accountant op de jaarstukken. En dat wordt gedaan door meneer Bouwman van BDO. Ja, ik heb net even kunnen kijken hoe het ging, dus dat is een voordeel. Ja, dank u voorzitter. Deels een nieuwe raad. Wij controleren al een aantal jaren de jaarrekening van de gemeente Hardenberg. Meestal geven we daar even een korte toelichting op basis van het accountsverslag. Het conceptaccountsverslag, die heeft u gekregen als het goed is. Dus ik hoef hem niet te laten zien, denk ik, op de beamer. Wij controleren de jaarrekening. Alleen, het liefst hadden we hier natuurlijk gestaan met een controleverklaring ook. Alleen, ja, u bent het misschien ook al zo langzamerhand gewend. Die is er nog steeds niet. En dat heeft alles te maken met dat de gemeente Hardenberg en Ommen overigens ook afhankelijk zijn van de BVO of RSJ, zoals het tegenwoordig geloof ik heet. De informatie rondom de jeugdzorg moet daar nog vandaan komen en we moeten nog een aantal controlewerkzaamheden rondom
al die lasten van het sociaal domein doen. Dus dat betekent dat we op dit moment eigenlijk met een conceptaccountsverslag zitten. Wat ik weet, volgens mij kwam vandaag de laatste informatie, is dat de verwachting is dat eind deze week de accountant van BVO dat afrondt, dat is Beke Tillyberg. Dan moeten wij een review plannen en dan zal richting volgende week hopelijk wij de controle kunnen afronden. Dat is ongeveer de planning. Even daardoorheen kijken. Dus ik wil zeg maar even afgezonderd van het sociaal domein, waar ik nog eigenlijk geen uitspraak over kan doen, wel kijken naar wat is dan ons oordeel. Nou, op dit moment hebben wij, wij controleren als accountant met een tolerantie van zeg maar 1,5 miljoen, dat is 1% van de lasten. En op dit moment zijn er geen belangrijke bevindingen die zeg maar een goedkeurende verklaring in de weg zouden staan. In ons dashboard linksonder hebben we twee bevindingen. Dat komt uit de controle van de rechtmatigheid van de aanbestedingen. Wij controleren of de aanbestedingen of al uitgaven conform de Europese regels zijn. Nou, dat doen we al een aantal jaren, komt ook wel een aantal jaren terug. Maar een bedrag van zo'n 2 ton, 3 dossiers zijn niet rechtmatig daarin gebleken. En we hebben geconstateerd dat de voorziening APA, dat is voor wethouderspensioenen, iets te hoog is verantwoord. Dat had nog gecorrigeerd kunnen worden, is niet toebesloten. Maar beide tezamen leveren natuurlijk, blijven ver binnen de 1,5 miljoen. Dus vooralsnog zou je kunnen zeggen, maar dat hangt een beetje af van het sociaal domein, nogmaals, koersen wij op die goedkeurende verklaring af. Nou, misschien, behalve dat wij een aantal bevindingen hebben en verder in het verslag staan ze in detail, en als je daar vragen over hebt, dan hoor ik het graag. Kijken naar het resultaat, kijken we altijd naar het resultaat en de financiële positie. Het resultaat is natuurlijk enorm en daar zijn de verslaggevingsvoorschriften wel een beetje mede debet aan. Gedurende 2016, nadat we uit een recessie kwamen zou je kunnen zeggen, en we de afgelopen jaren veel gediscussieerd hebben over zijn de gronden nou niet te hoog gewaardeerd, is in 2016 een aanbeveling gedaan door de commissie BBV om de verslaggevingsgrondslagen anders neer te zetten. En gedurende 2017 is dat steeds concreter geworden en is eigenlijk gezegd, je moet vanaf de jaarrekening 2017 de percentage of completion methode toepassen. In ons verslag staat af en toe POC, maar het geeft eigenlijk een beetje weer dat je naar rato van het voortgang van je investeringen en opbrengsten je winst moet nemen. Dat is een hele andere grondslag dan in het verleden werd gebruikt, waarin gemeenten toch meer de gewoonte hadden om winsten zo lang mogelijk uit te stellen en pas als ze helemaal zeker waren, ik zeg het even wat populair, maar ze dan pas te nemen. Nou, dat heeft ertoe geleid, afgezien van veel discussie met de organisatie, kan ik u verzekeren, veel discussie met de wethouder van, moet dat nou en moeten we daar niet voorzichtiger, et cetera, in zijn. Heeft dat geleid tot een extra winst van 4,6 miljoen. En het is natuurlijk een enorm impact als je kijkt naar ten opzichte van de begroting 8,4 miljoen verdelig en een resultaat van 10 miljoen. Ja, dan is dat een aanzienlijk bedrag. Dat is denk ik ook een hele belangrijke ontwikkeling rondom grondexploitatie. Was dat resultaat er niet geweest, dan had het de begrote resultaat was wel wat dichter bij de begroting geweest. Maar nu wijkt het natuurlijk behoorlijk af. Solvabiliteit, financiële positie zou je kunnen zeggen, is zonder meer goed. En dat is niet anders dan de afgelopen jaren, denk ik wel, hier gememoreerd heb. Dan nog even belangrijk, wat wij doen is, wij controleren een jaarrekening. Hoewel we hem nog niet helemaal af hebben, hebben we een aantal bevindingen. Geven wij een oordeel, kijken we naar de financiële positie, maar willen we ook altijd even vooruitkijken van wat staat nou komend jaar op de agenda? Wat zouden wij u als raad van elk geval in uw college meegeven? Dat is een top 4 van aandachtspunten. Nou, omdat er nog steeds wat bevindingen zijn vanuit de rechtmatigheid, controle op de inkopen, zeggen wij van dat de verbetermaatregelen moeten nog wat beter geborgd worden. Er zitten nog wat waarderingen van bouwgronden die onder de materiële vaste activa staan. Nou, ik denk dat het risico beperkt is, maar het is wel goed om daar toch mee aan de slag te gaan. En wat een belangrijke is, denk ik, wat ik nog niet genoemd heb, is wel de effecten van de ontvlechting van de BOH. Wij zijn daar, geloof ik, net na de interimcontrole ook mee geconfronteerd. Wij zaten de managementletter ambtelijk te bespreken en toen hoorden we dat. Nou, dat kunt u zich voorstellen, heeft de nodige impact ook in de organisatie. En we hebben het ook bij de jaarrekeningcontrole eigenlijk al best wel gemerkt. Toch mensen die vertrekken, et cetera. Wij attenderen u er wel op en met name het college natuurlijk om heel goed te kijken wat dat van consequenties heeft. Want we denken dat dat nog best eens heel lastig kan worden in de uitvoering, ook van de controle 2018. En de ontwikkeling sociaal domein hebben we benoemd. Nou, wat mij betreft is dat in een nutshell ons beeld op dit moment van de controle, voorzitter. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Ja, zijn er vragen voor meneer Bouwman? Meneer Gelling, meneer Stelpstra, meneer Bakhuis. Ik begin bij meneer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. De accountant heeft het in zijn verslag over tekortkomingen in de continuïteit en de betrouwbaarheid van geautomatiseerde gegevensverwerking. Nou, daar zou ons wat zorgen kunnen baren, met name in het kader van misschien de nieuwe APG-wet. Vraagt u een extra inzet? Kunt u daar iets, een toelichting op geven? Ja, daar kan ik een toelichting op geven. Kijk, bij de interim controle, hè, dus wij doen controle in twee momenten. Ik leg maar even helemaal vanaf begin af aan uit hoor, want misschien is dat deels nieuw. Dan kijken wij, zeg maar, in het najaar kijken wij heel goed naar de processen. Ik moet voorstellen, inkoop, belasting, al dat soort achtige processen. En dan kijken we heel goed van hoe is de autorisatie, toegangsbeheer rondom die systemen. We kijken heel specifiek naar de financiële systemen, zou je kunnen zeggen. Nou, daar hebben we in onze management letter vrij uitgebreid over gerapporteerd. Die management letter is natuurlijk nog in eerste instantie naar de BOH gegaan. Maar volgens mij heeft u daar in afschrift een samenvatting van gehad. Hè. Die is hier ook behandeld. Bij de jaarrekeningcontrole gaan we natuurlijk kijken van, hey, we hebben dat geconstateerd. Kunnen we nou op een andere manier dan zekerheid krijgen? Dus dan zeggen we, nou, wellicht waren de autorisatiesystemen niet helemaal optimaal. Nou, dan toetsen we een aantal extra facturen, doen we wat extra cijferbeoordelingen, et cetera. Nou, dat hebben we allemaal uitgevoerd en uiteindelijk levert dat niet een nieuwe bevinding op. Maar terecht blijft dat een belangrijk aandachtspunt. Dus het blijft een belangrijk, en dat is overigens een aandachtspunt wat, ik denk, goed is om te melden bij veel gemeenten en overheidsorganisaties geldt. Hè, de hele informatie beveiligen. Maar u moet wel weten dat wij kijken specifiek naar de financiële systemen. Hè. Uiteindelijk controleren wij de jaarrekening. Dus wij zeggen vanuit de post en de processen in de jaarrekening zijn een aantal applicaties en systemen van belang. Daar kijken we naar, daar rapporteren we in detail over. En zo kijken wij bijvoorbeeld, hè, dat is niet onze taak om te kijken of de AVG op een goede manier is ingevoerd. Ja, dat raakt de jaarrekening pas op het moment dat er boetes komen en die materieel zijn voor de jaarrekening. Dus dat is de manier waarop wij er naar kijken. Maar het blijft een aandachtspunt. Ja. Ik heb nog één vraag, voorzitter. Dat gaat over 2.3.3. Daar constateert de accountant dat er de laatste jaren veel personele mutaties zijn geweest. Tijdelijk invulling van functies. Het spreekt er over zijn zorgen uit en adviseert daarvoor maatregelen te treffen. Kunt u iets zeggen over die te treffen maatregelen? Of wat u daar u kunt adviseren of zeggen? Nou, dat is nog best lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want dan moet er wel een heel goed ontvluchtingsplan zijn. En laat ik zo zeggen, op het moment dat wij deze controle deden en dit constateerden, hadden we nog niet helemaal scherp van welke plannen er waren, welk tempo het zou plaatsvinden, et cetera. Maar goed, laat ik zo zeggen, ik ga al een tijdje mee, maar ik zie natuurlijk veel fusies, samenwerken, ontvlechtingen. En dat geeft altijd een soort een situatie waarin je heel goed moet kijken naar de interne beheersing, waar mogelijk misschien ook wel besluiten worden genomen om een aantal stappen even niet te zetten, hè, rondom de interne beheersing, waar nagedacht moet worden over waar je nog wel en niet samenwerkt. Dus concreter kan ik op dit moment nog niet maken. Ik denk dat het ook eerst een stap is aan de beide gemeenten om te besluiten hoe om te gaan met de BOH. Dank u wel, meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor uw tijd hier. Ik was even benieuwd wat u vindt van. U heeft namelijk vorig jaar ook een aantal bevindingen gegeven, aandachtspunten. Hoe die zijn opgevolgd over het afgelopen jaar. Of ik heb er overheen gelezen, maar ik zie het niet. Maar ze zijn volgens mij, een aantal zijn identiek aan degene die u dit jaar doet. Dus ja, dat zegt ook iets over, wellicht iets over de opvolging, maar. Wellicht kunt u eerst even uw mening erover geven. Nou heb ik niet het accountantsverslag 2016 ernaast, maar ik kan mij zo voorstellen dat het de inkopen en aanbesteden vorig jaar ook op de lijst stond. Wij zien daar bijvoorbeeld wel dat er duidelijk stappen zijn gezet. Dus daar zie je wel dat de interne spendanalyses zijn verbeterd, dat de kwaliteit daarvan omhoog gaat en tegelijkertijd constateren we nog steeds een aantal fouten en zien we ook wel dat het interne beleid toch wel vaak daarvan af wordt geweken of dat er besluiten worden genomen. Dus laat ik zo zeggen, stappen vooruit, maar nog steeds een aandachtspunt. Ik denk dat sociaal domein, ik doe het even uit mijn hoofd, maar sociaal domein zal er ongetwijfeld ook vorig jaar hebben opgestaan.
Nou, feitelijk zijn ze gewoon hetzelfde. Alleen nu is de BOH bijgekomen. Ja, ja. Dus dan heb ik even de vraag van... wat is er in die tussentijd gebeurd... omdat nu exact dezelfde aanbevelingen er staan? Opleiden budgethouders. Dat stond er de vorige keer ook in. Dat wil niet zeggen dat, zeg maar, omdat het hetzelfde, dezelfde top 4 is... en waarschijnlijk was toen een top 3, hè, want de BOH stond er duidelijk niet in... Dat er niks gebeurd is. Dus in mijn gevoel, en ik probeer dus even bij langs te gaan... Hè, dus rondom inkopen zijn er duidelijk stappen gezet, maar ben je er nog niet. Waardering bouwgronden en exploitatie, daar heb je een soort overgangstermijn. Hè, dus daar had je, zou je kunnen zeggen, ook nog niet per se iets aan kunnen doen. Maar dat staat nog, dat kun je uiteindelijk binnen 4 jaar moet je dat doen. Dus dat is eigenlijk hetzelfde gebleven. Sociaal domein zijn wel de nodige zaken gedaan, maar daar blijf je, en dat is het hele lastige van... voor zover ik het nu kan beoordelen, blijf je afhankelijk van de BVO. En daardoor... blijft dat wel een aandachtspunt, hoewel je misschien daar andere besluiten in gaat nemen. Dus ondanks dat ze hetzelfde zijn, zijn er wel stappen volgens uw beleving gezet? Ja. Ja. Hartstikke mooi. U geeft ook heel duidelijk aan die waardering bouwgronden niet in exploitatie. Hè? Dat moet per 2019, ik meen 31 december. Er zit een overgangsregeling. Hoe verstandig vindt u het om dat nog een jaar uit te of door te stellen? Ik zou maar zeggen, wat is wat u betreft een termijn waarvan u zegt van nou, dan zou het eigenlijk gedaan moeten hebben? Of zegt u nou 31-12-2019 is ook prima? Dat vind ik wel een beetje een beleidskeuze, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Want de wet geeft toe dat er een overgangsregeling is, dus je mag daar 4 jaar voor nemen. Ik denk niet dat er hele grote financiële consequenties in zitten. Maar goed, dat is ook uiteindelijk moet dat uit de taxatie blijken. Dan is het aan jullie of het college om te besluiten dat doen we eerder of dat gaan we op dat moment doen. Dat is mooi, ik probeer u toch altijd een beetje politieke uitspraken te ontlokken. Ja, dat niet. Dan ik heb nog 2 vragen hoor. Dan de maatregelen betreffende de BOH. Hè. U geeft aan dat gaan maatregelen treffen. In het coalitieakkoord zijn we voornemens 1,5 miljoen te reserveren. Kunt u daar een kwalificatie aan geven of... Zegt u dat is te moeilijk om daar even op hoofdlijnen wat van te vinden? Nee, dan blijf ik eigenlijk bij mijn eerdere opmerking. Er moet eerst volgens mij een goed plan zijn. Hè? En dat plan zouden wij kunnen meenemen bij de interimcontrole. Dat heb ik net niet gezegd. Hè? Maar misschien is dat goed om af te spreken. Dat u zegt van, hey, besteed daar eens goed aandacht aan. Kijk, het is mijn rol als accountant ook niet, zeg maar, om de hele ontvlechting en de hele financiële positie daarvan te beoordelen. Waar ik wel tegenaan loop en wat ik bij de jaarrekeningcontrole 17 al heb gemerkt, is toch wel dat mensen al dan niet hierom vertrekken of iets dergelijks en zo. En dan komt gewoon je jaarrekeningtraject in de knel. En dat kan op veel meer aspecten van de bedrijfsvoering gebeuren. En daar wil ik voor waarschuwen en daar zal ik bij de interimcontrole 2018 wel weer op terugkomen. Goed, mijn laatste vraag. De vorige keer hebben we nog even... ingezoomd op de risicoparagraaf. En mijn verzoek was toen om daar eens met een schuin oog naar te gaan kijken. Of u daar een kwaliteitsoordeel over kon geven. Ik weet niet of u daaraan bent toegekomen. Ik zag het in ieder geval niet terug in de rapportage. Nee, dat hebben we ook niet zo expliciet meegenomen. Dus dat is of ons ontschoten. Of... Kijk, we hebben natuurlijk wel een soort analyse. We hebben wel een analyse gegeven van de financiële positie. Hè? In 3.2 kunt u dat lezen. De paragraaf weerstandsvermogen geeft ook een uitgebreide toelichting daarin. Maar ik heb op dit moment niet daar een specifieke werkzaamheden of zo aan gedaan. Oké, hartelijk dank. Dank u wel, meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. De vragen zijn eigenlijk wel gesteld. Ik wil nog een paar dingen even wat verdiepen met uw instemming. En dat is toch om te beginnen ook de constatering dat wat hier voor ligt, had ook vorig jaar voor kunnen liggen. En wat dan interessanter is, is om u te vragen, wat moet er nou gebeuren om dit niet te krijgen? Want ik hoorde u telkens zeggen, ja, er zijn wel dingen bekend, maar wat verandert er nou precies? En mijn vraag is eigenlijk, ik lees in uw verslag ook dat u een goed overleg heeft, hè, een prettige sfeer van communiceren. Maar wat kun je nou doen? Wat kan de gemeente doen? Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat we volgend jaar weer een vergelijkbare accountantsrapportage krijgen met weer dezelfde punten en weer dezelfde vragen om vervolgens te constateren dat we weer een jaar verder zijn? De motivatie daardoor neemt wat af en waar ik echt wel wat van schrik is dat u bij de BOH-ontwikkeling zegt van ja, er moet een goed plan gemaakt worden en dan kan ik daar iets van vinden. Ik begrijp dus dat u in ieder geval geen goed plan of enig plan gezien heeft
ter zake de vervolgstappen BOH? Ja, dat laatste kan ik alleen maar bevestigen. Oké, dan heb ik nog één vraag, voorzitter. Maar fijn dat u dat, of ja, fijn, maar in ieder geval prettig dat u dat bevestigt. En dat is ook dan hetzelfde met het sociaal domein, want ook dat was vorig jaar de boosdoener, de BVO, om geen accountsluiting te krijgen. En wat kan daar dan gebeuren om ook dat te verbeteren? Is dat iets voor de gemeente om stappen in te zetten, of moeten we ieder jaar maar constateren dat het wachten is op de uitslagen van andere partijen? Nou, dat is iets wat wij wel eens eerder al geadviseerd hebben. Dus laat ik dan toch... ja, we hebben aandachtspunten, en dat is ook goed hoor, om daarover te hebben. Aandachtspunten die hebben heel erg met het proces te maken en de manier waarop wij ook zeg maar in onze managementletter daarover hebben geschreven. En wat lastig is in de huidige constructie, maar is natuurlijk dat wij heel erg in detail onze managementletter schrijven gericht op de BOH tot nu toe. Volgens mij komt die maar op hoofdlijnen of samengevat alleen hier aan de orde. En wat je dus ziet is dat wij vrij uitgebreid in onze managementletter vorig jaar hebben geschreven over de ontwikkeling rondom inkopen en de verbeteringen die daarin plaatsvinden. Nou, uit mijn hoofd zei ik het net al. Hè. Vorig jaar was er, even misschien iets uit toelichten over het inkoopproces. Hè. Wij zeggen altijd als accountant van als je een bestelling doet en je doet dat, dan moet je op dat moment, hè, moet een inkoper, zou het beste zijn dat de inkoper adviseert over of je dan moet eenvoudig onderhands of enkelvoudig of Europees moet aanbesteden. En dat advies zou je moeten geven. En als je dat bij alle bestellingen doet, heb je dat heel goed in je proces zitten. En als je dat ook nog in je applicaties, in je systeem hebt, Dan kun je op die manier het makkelijker toetsen, zeg maar, ook als accountant. Maar dat lukt dus niet. Dus moet je het achteraf op basis van je crediteur en de administratie helemaal gaan analyseren. Dat is een spendanalyse. Nou, vorig jaar was die voor volgens mij 1 of 2 kwartalen gedaan. En ten tijde van de jaarrekeningcontrole nog niet voor die andere kwartalen. Dit jaar waren die wel gedaan, zeg maar. En was de kwaliteit daar ook van beter. Konden we er beter op steunen. Maar hadden we nog steeds wel wat bevindingen. Dus zo zie je dat er stappen gezet worden. Maar je bent er niet. En als u vraagt, ja, wat moet erin gebeuren? Ja, kijk. Wat mij betreft zou je naar dat proces toe moeten of je moet nog frequenter die spendanalyses doen. Maar ik ben best wel bang dat door de ontwikkeling met de BOH misschien daar weer een soort kink in de kabel komt, waardoor je toch weer een jaar wellicht on hold gaat staan. Nou, dat is een voorbeeld en dat geldt voor het sociaal domein, hebben we ook al denk ik 2 jaar geleden geadviseerd. Ja, wil je die afhankelijkheid van BVO, wil je daarvan af, dan zou je zelf in je eigen proces moeten inbakken dat je die prestatielevering vaststelt. Nou, dat is best ingewikkeld, dat is best complex, dat heb je ook niet in 1 jaar rond. En daar zie ik veel gemeenten nog mee worstelen. Ja, en anders blijft het inderdaad, zoals we nu zitten, met een voorlopige orde en wachten op het uitslag van die accountant. Volgens mij nog één vraag over die aanbesteding, of in die inkoop, want dat is gewoon een proces, hè, wat u zegt. Dat maak je procesmatig en dan is het dat ongeveer. Dat gebeurt dus niet. Nou, daar zal een reden voor zijn, maar daar kunnen we dan straks eens over verder gaan. Maar ik lees ook in uw verslag dat u zegt van ja, er wordt veel beroep gedaan op de hardheidsclausule. Dat is een bewuste handeling. Hè. Dat heeft niet met proces te maken, maar dan wijk je bewust af van de gedachte. Zijn die 3 dossiers willekeurig? Is dat door de hele organisatie heen of zit dat in een bepaalde portefeuille? Ik heb ze even niet paraat, want wij beschrijven ze specifiek niet met naam en toenaam. Hè, want dan roep je misschien de claimrisico's nog over je af, zeg maar. Nee, daar zit niet een soort structuur, en zeker bij deze 3 niet een soort structuur of afdeling of iets dergelijks achter. Kijk, wij toetsen natuurlijk, hè, je weegt als accountant inkoopdossiers als ze Europees aanbesteed moeten worden. Ja, binnen die grens kun je gebruik maken van de hardhoudclausules. Nou, wij hebben gezegd, er wordt nog relatief vaak een beroep gedaan op. Dus dat heeft wel iets te maken met cultuur en gedrag van budgethouders. Hè? Dus toch wel vaak willen afwijken. Nou, wij zeggen van nou, het blijft een risico staan als je dat vaak doet. Dat je misschien ook wel eens een keer tegen Europese grenzen aanloopt. En dan alsnog onrechtmatig werd. Dus ook daar zijn wat stappen te zetten. Ja, dat kost een paar jaar, of je het nou leuk vindt of niet. Dat is wel een beetje de constatering. Dank u wel. Meneer Stelpstra had een aanvullende vraag. Nou, er popte nog even een andere vraag op, als dat mag, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. U geeft een beperkende verklaring ten aanzien van de BOH over de Europese aanbesteding. Nee, we hebben alleen bevindingen. Dus dat levert nog geen beperking op. Oh, dat levert nog geen beperking op. Oh, nou, over de BOH, sorry. Ja, voor de BOH. BOH wel, ja. Ja, ja. Ja. Nee, nou, ik heb hier alleen het verslag van Hardenberg natuurlijk, maar... Of mogen we het niet over de BOH hebben? Ja, dat is... Nou goed, ik was even benieuwd. Hè. Hoe schat u het risico in dat die beperkende, we gaan de gemeenschappelijke regeling waarschijnlijk opheffen?
Hoe groot is de kans dat die beperking dan weer terugkomt bij de gemeente Hardenberg? Dat is een lastige, maar je kan ervan uitgaan dat de inkopen die in de BOH plaatsvinden, uiteindelijk weer bij een van beide gemeenten komen. En als daar niks aan verandert, dan zou dat bij jullie lijstje opgeteld moeten worden. Ja. Maar goed, er wordt ook aangegeven dat het langlopende dossiers zijn. Ja, die heb ik even niet paraat. Nou, maar goed, tenminste dat staat in uw stuk. Maar goed, is er ook een oplossing voor langlopende dossiers? We hebben vaker over deze beperking gehad. En toen was altijd het argument van ja, dit is een dossier wat over meerdere jaren loopt. Dan denk ik van ja, dan zou het toch op een gegeven moment op te lossen moeten zijn. Ja, het is op te lossen door alsnog op het moment dat het contract afloopt. Hè, en dan opnieuw te gaan aanbesteden tijdig. Dan lost het vanzelfsprekend op. Hè. En het is een oplossing soms om het jaarbedrag voor meerdere jaren. Hè, maar dat is een beetje een technische oplossing. Dan zeg je eigenlijk van ik neem het hele resterende bedrag als onrechtmatig. Maar dan weegt die ook vaak veel zwaarder in je oordeel. Nou, daar wordt over het algemeen niet van gekozen. Maar ja, het klopt. Het is een van de consequenties van opheffen BOH. Zodra de inkopen hier voor beide gemeenten zijn, nou, dan zal het wellicht de bedragen kleiner zijn. De bedragen van de BOH zijn natuurlijk ook anders dan die van de gemeente Hardenberg. Het effect kan ik niet exact berekenen, maar ze komen terug naar u. Ja. Mag ik nog een vraag stellen? Ik ben nu wat abuis. Nu hoor ik meneer Salsa een vraag stellen over de accountantsverklaring van de BOH. En bent u dezelfde accountant ook van de BOH en bent u zometeen gevlogen naar het onderwerp? Moeten we dus nu ook de vragen over de accountantsverklaring BOH nu stellen of niet? Nou, dat is inderdaad, daarom was ik even wat verrast, want ik zit hier in principe, ik ben ook accountant van de BOH hoor, dus alleen ja, daar leg ik verantwoording af aan het DB en het algemeen bestuur, zeg maar. En daar licht ik het accountantsverslag van de BOH toe, dus vandaar dat ik me hier niet op voorbereid had. Eigenlijk deed meneer Selbstra iets wat hij niet moest en ik heb niet ingegrepen, maar het agendapunt is toelichting accountant op de jaarstukken 2017 en dat gaat niet over de BOH. Dat begrijp ik, maar bent u er wel zo meteen nog, als het over de BOH gaat, om wat vragen te stellen over de accountantsverklaring die u heeft gegeven ter zake de BOH, of niet? Nee. Want in dat geval zou ik graag Dat had wellicht gekund of zo, maar ik vind dan ook, dan moet je ook even kijken goed naar de structuur. En afgezien daarvan moet ik om 19:30 bij een andere auditcommissie zijn, dus dat wordt heel ingewikkeld. Vragen over die accountantsverklaring, dat is aan het bestuur van de BOH en niet aan de Raad van Hardenberg. Dus dat is... Heel jammer voor meneer Gelling, maar die vragen kunt u vandaag ook niet aan meneer Bouwman stellen. Maar meneer Salsa mocht het net wel. Ja. Die heeft u gewoon. En dat is mijn schuld. Excuus daarvoor. Ja, ook mijn excuses hoor. Ik kan misschien andere vragen stellen die dan van toepassing zijn. Nee, ja, jammer. Als er verder geen vragen meer voor meneer Bouwman zijn over dit agendapunt, dan. Wil ik u hartelijk danken. Dat brengt ons bij agenda punt 5. De jaarstukken 2017 en resultaatbestemming 2017. Annex de 8e wijziging van de begroting 2018. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Bakhuis. Meneer Boshoven. Meneer Gelling. En meneer Jonkhans. Meneer Stelpstra ook. Oom meneer Van der Grampel. En mevrouw Van der Veen. Dan ga ik gewoon het rijtje af. Meneer Schuurman, ik begin bij u. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben geconstateerd dat er weer een stuk naar de algemene reserve is geboekt van de WMO. Wij zijn er niet zo gelukkig mee. Wij weten dat dit geld niet gehoormeerd is, maar toch wordt dit weer overgeboekt naar de WMO. Vanaf de WMO naar de algemene middelen. Hoe staat het nieuwe college hierin om dit gaan te reserveren in de toekomst op een speciale rekening BMO. Dan hebben wij een vraag over wat betreft het jaarverslag over de BIS van de ondernemers. Er zijn ondernemers die de BIS niet kunnen betalen. Hoe gaan we daar mee om? Meneer Schuurman, mag ik u even onderbreken? Want als ik het goed heb gezien, is dat ook een vraag die u technisch heeft gesteld en die ook schriftelijk is beantwoord. Klopt, maar ik heb niet het antwoord gekregen wat wij willen. Nee. En het is beter gezegd, hij is niet beantwoord. Nou, het is een technische vraag. En dat betekent dat een technische vraag stellen wij in principe niet in de O-ronde. Maar stellen wij ofwel schriftelijk vooraf,
of u neemt even contact op met de ambtenaar. En een antwoord dat u niet had verwacht, dat kan, maar er is wel een antwoord gegeven. Ja, dus ik zou u willen vragen om dit buiten deze oorronde op te nemen met de ambtenaar in kwestie of met de wethouder, dat mag ook. Uitstekend. Maar dan wordt hij in deze oorronde niet beantwoord door de akkoord. Wethouder. Dan weet u dat even. Verder vinden wij het ontzettend jammer dat de accountantsverslag niet compleet is. Het is toch een organisatie waar het accountantsrapport helemaal compleet moet zijn met een verklaring van de accountant erbij. En het blijkt dat dit al een aantal jaren is. Waarom wordt die niet een keer flinke stappen neergezet dat dat wel tegelijkertijd gebeurt? Wij hebben nog een vraag gesteld over de blijverslening. Dat zult u ook zeggen, maar ja, dat is een technische vraag. Maar ook daar is niet een antwoord op gegeven. Nou ja, er is wel een antwoord op gegeven, meneer Schuurman. Maar als u daar voor nog verdere vragen over heeft, zou ik u daarover hetzelfde advies geven als over die eerdere vraag. Akkoord, maar er wordt gezegd er is een onderzoek ingesteld. En waarom wordt dan het onderzoek niet bij die technische vraag ingeleverd? Die vraag zou ik dan ook gewoon even stellen als ik u was aan de ambtenaren of aan de wethouder buiten de O-ronde om. Ja, akkoord. Maar ik had dan toch liever gezien dat dat zaakje meegestuurd was meteen met de beantwoording van de vraag. Ik denk dat het dan wel net zo netjes is. Maar goed, dat is mijn mening. Daar willen we het even bij laten. Dank u wel. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ons is opgevallen dat het niet berekend kan worden wat de kosten zijn van de ontvlechting van de BOH. En dat kan ik me ook voorstellen, dat kan je niet met een schaartje knippen. Maar er is ons wel verteld bij de aanvang dat het toch wel snel 1 miljoen als voordeel op zou leveren. Is het dan niet redelijk om in ieder geval dan maar 1 miljoen om te beginnen neer te zetten in plaats van helemaal niks? Dat is vraag 1. Tweede is ons opgevallen dat er maar liefst 1 ton overschrijding is aan opbrengsten bij reisdocumenten, paspoorten, neem ik aan. En 1 ton, dat lijkt op de miljoenen die ons passeren, misschien niet zoveel. Maar als je het op je laat inwerken, is dat best veel als je nagaat. Ik weet niet hoeveel paspoorten er jaarlijks worden uitgegeven, maar dat zal niet in de tienduizenden lopen. Dus ik zou mij kunnen voorstellen dat op basis hiervan wellicht later een voorstel komt om de kosten van de paspoorten te verlagen. Dan is het bij het systematisch in kaart brengen van beschermde soorten, wordt opgemerkt dat per situatie een inschatting wordt gedaan of nader onderzoek mogelijk is. Gezocht is naar een instrument om eenvoudig een inschatting te kunnen doen, maar het is gebleken dat zo'n instrument nog niet voorhanden is. Op basis waarvan wordt die afweging gemaakt en wie doet dat en is daarvoor voldoende ecologische kennis aanwezig. En dan wordt wat gezegd over de duurzame energieopwekkingsprojecten. En er wordt een mooi lijstje genoemd van pilotprojecten. En ze staan daar netjes opgenoemd. Maar ik zou wel graag willen weten wat de stand van zaken daarvan is. Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Jonkhans. Meneer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ik dacht net even te horen dat meneer Jonkhans namens zijn fractie zei dat de ontbinding van de BOH 1 miljoen gaat opleveren. Terwijl ik net meneer zelf zou willen vertellen dat in de coalitieonderhandelingen een reserve van 1,5 miljoen is opgehaald. Nou had ik al zo'n bepaalde verwachting bij de coalitiebesprekingen, maar dat partijen zo niet op zitten te letten, dat is wel wat verbazingwekkend, voorzitter. Dus graag uw gedachten daarbij. Tevens sluiten wij ons aan bij de fractie 50+. Voorzitter. Ik snap de relevantie niet van de gedachte van de voorzitter erbij, maar dat kan mij even ontgaan. Nou, het is in de vergadering zo, meneer Sansford, dat wij ons dichter naar de voorzitter en dat gebruik, dat voer ik zo uit. Ik geloof ook niet dat meneer Gelling van mij het antwoord op die vraag verwacht. Nee, maar waarom wordt die vraag dan gesteld, mevrouw de voorzitter? Omdat ik aanneem dat meneer Gelling straks het antwoord van de wethouder wil horen. Ga uw gang, meneer Gelling. Ja, nou, dank u meneer Sansford voor deze verheldering hier.
Voorzitter, de fractie van de VVD sluit zich dus aan bij 50PLUS ten zake het ontbreken, wederom ontbreken zou ik zeggen, van de accountantsverklaring vanwege, u hoorde net de accountant zelf het al zeggen, het ontbreken van relevante informatie van met name de jeugdzorg. En dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen die we net behandeld hebben. Daarvan zou mijn fractie graag een reactie van de portefeuillehouder en niet van u, voorzitter, willen over wat nou precies de gevolgen daarvan gaan zijn, maar met name ook wat u nou voornemens bent om te gaan doen, opdat wij niet volgend jaar weer met dezelfde accountantsverklaring zitten, met dezelfde gebreken en dezelfde bepalingen. Dus dat geldt eigenlijk voor alle dingen, hè? Dus voor de Europese aanbestedingen, alles wat er eigenlijk staat, als we net besproken hebben, dat mag u van mij betreft langs, ik wil het wel opnoemen, maar ik denk dat u meegeschreven heeft. Dat is één. Vervolgens had daar vorig jaar nog bij gestaan het voorspellend vermogen van de begroting. En die had er nu best weer bij mogen staan. Want immers, we gaan van 125.000 positief resultaat naar de bestuursrapportages zo'n afgerond 2,5 miljoen. En zitten nu op 10 miljoen. Dat is wel weer een hele grote stap. Dus ook daar horen wij graag wat de gedachten van de nieuwe portefeuillehouder zijn om dat te voorkomen. Tevens willen wij graag met u een instemming verkrijgen van de portefeuillehouder ter zake de opmerking dat het zo goed gaat met de grondexportatie. Want ik reken even mee, er is een positief resultaat van 4,1 miljoen, maar die komt voornamelijk uit de tussentijdse winstneming. U hoorde het de accountant net zetten, een administratieve handeling van 4,6 miljoen. En als ik die bij elkaar optel, blijkt daar uit mijn berekening uit dat er een verlies is geleden op de grondexportatie van 500.000. Immers, het positief resultaat is boekhoudkundig. Dus graag de gedachte van de wethouder daarover. En daar wilde ik het in eerste instantie even bij laten. Dank u wel. Ik begreep zojuist dat ik eventjes terug moet naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst, ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik stak misschien niet helemaal duidelijk mijn hand op. Ik had nog een paar inhoudelijke vragen over het jaarverslag trouwens, 2017. In het stuk wordt gesproken over lagere uitgaven voor onderwijsachterstanden, welke een financieel voordeel opleveren voor 2017. Er is maatschappelijk veel zorg over kinderen die achterstanden oplopen. In 2018 gaan we daarom investeren in scholing van professionals die het taalniveau onvoldoende beheersen, in een extra impuls voor voorschoolse voorzieningen en het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor het voortgezet onderwijs. Noodzakelijke maatregelen en acties om achterstanden te voorkomen. Daarom zou ik graag een toelichting van de portefeuillehouder willen hebben waarom er vorig jaar minder geïnvesteerd is in onderwijsachterstanden. Onze fractie is ook zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen rond het sociaal ondernemen. We verwachten nog dit jaar resultaten met betrekking tot vernieuwende uitvoeringsvormen van sociale voorzieningen. In het stuk wordt gesproken over een gedeeld opdrachtgeverschap voor het Fonds Initiatieven in het kader van sociaal ondernemen. Wij vroegen ons af of dit wel gaat werken. Wie bepaalt de verdeling van de gelden? En we zouden daar graag nog even een toelichting op willen hebben. Daarnaast vroegen we ons af of er ook een verbinding wordt gemaakt met de op te stellen dorpsplannen voor onder andere Deens, Vaatslag, Haren en Gramsbergen. Is het mogelijk om hier binnenkort over geïnformeerd te worden? Tot slot, er wordt gesproken over intensieve samenwerking met de andere toegangen naar jeugdhulp, zoals huisartsen en kinderartsen. Zijn er inmiddels concrete harde samenwerkingsafspraken tussen de samendoenteams en deze andere toegangen? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Meneer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze vraag over de duurzaamheidsprojecten laten we zitten. Die is zojuist ook gevraagd door de Partij van de Arbeid. Dan hou ik alleen de vraag over in de resultaatbestemming lezen we namelijk dat ruim een ton beschikbaar komt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en voor de inrichting en aankleding van het gebied rondom het asielzoekerscentrum. En dat lijkt ons een goede zaak, want zeker de verkeersveiligheid levert nog wel eens problemen op en dat horen wij inderdaad ook veel terug. Onze enige vraag daarover is of het college ook de mogelijkheid ziet om bij deze werkzaamheden ook asielzoekers te betrekken. We nemen namelijk vaak dat een deel van de bewoners graag aan de slag wil en zien hier mogelijkheden toe. Dank u wel. Mevrouw van der Veen. Ja, in het jaarverslag is te lezen dat met betrekking tot kunst, cultuur en cultuurerfgoed in 2017 meer evenementen en activiteiten hebben plaatsgevonden tegenover een lagere uitgave vanuit de gemeente. Dit alles omschreven met de uitspraak meer voor minder.
De ChristenUnie zou graag willen weten of deze ontwikkeling ontstaan is doordat subsidieaanvragers minder hebben aangevraagd of doordat er minder vanuit de gemeente is toegekend. Zouden de wethouder willen vragen hier een korte toelichting op te geven? Dank u wel, meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben even benieuwd naar de reactie op de aandachtspunten van de accountant. Meestal kregen we daar een schrijven over, wellicht krijgen we dat nog, dus dan kan het ook schriftelijk. Heel specifiek ben ik wel even geïnteresseerd in die waardering bouwgronden niet in exploitatie genomen. Ik stelde dan net ook een vraag van wanneer is dat verstandig? En ik zou de portefeuillehouder willen uitdagen daar een uitspraak over te doen, wanneer hij denkt dat dat verstandig is. Ja, en heel specifiek, ja, het zou een technische vraag hadden kunnen zijn als we de accountantsverklaring hadden gehad, maar die hadden we niet. De accountant duidt erop dat nota waarderen, activeren en afschrijven een vaste activa dient te worden aangepast op basis van wetgeving. En ik ben even benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Dat lijkt me een heel makkelijk te incasseren verbeterpunt. Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen over het jaarverslag. En de jaarrekening doet u straks, neem ik aan? Of kan dat tegelijkertijd? Dat kan wel nu. Het hoort bij de jaarstukken. Ja, tegelijkertijd. Ja. Goed, begin ik bij het jaarverslag. Eerste vraag gaat op het gebied van werk en inkomen. In het jaarverslag staat dat per saldo het aantal gemeentelijke uitkeringsgerechten nog steeds stijgt. Maar elders in de raadsstukken, met name in het raadsvoorstel, staat dat er sprake is van een stabilisatie en zelfs een financieel voordeel van 0,6 miljoen. Ik ben nu wel even benieuwd naar het juiste beeld van de portefeuillehouder. En de tweede vraag, die gaat over informatiebeveiliging. In het jaarverslag staat dat eind 2017 55% van de BIG-normen, en BIG staat voor Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, is gerealiseerd. Dat dit jaar stijgt tot 66%. Maar gelet op het belang van informatiebeveiliging lijkt het mijn fractie toch wel nodig dat er zo snel mogelijk wordt doorgegroeid naar 100%. En daarover dus ook drie vragen. Welk risico of risico's loopt de gemeente bij deze trage groei? Wat is er voor nodig om binnen bijvoorbeeld 2 jaar op 100% te komen? En als er geen versnelling komt, wanneer is die 100% dan wel bereikt? Dan over de jaarrekening. Ook de eerste vraag gaat over het minimabeleid. In de landelijke media is er recent veel aandacht geweest voor de kosten van beschermingsbewind. Veel gemeenten, waaronder ook Hardenberg, zien zich geconfronteerd met hogere kosten, waar men op zich geen enkele invloed op heeft, want je moet uitvoeren wat de rechter bepaalt. Maar zou het college willen onderzoeken of het inzetten van eigen beschermingsbewindvoerders hier een oplossing voor de stijgende kosten zou kunnen zijn? En tot slot over de jeugdzorg. Bij het tekort van de jeugdzorg valt het ons op dat dat vooral kosten betreft van zorg in natura. En wellicht dat de portefeuillehouder kan aangeven waar dat nu precies in zit. Is dat ofwel door meerdere cliënten, ofwel door zwaardere problematiek, of wellicht een combinatie daarvan. Dank u. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Meneer Bakhuis. Voorzitter, mag ik ook nog een vraag stellen? Ik kan mijn hand niet op afstoken. Oh, nee, dat kan zo, maar dan laat ik wel eerst meneer Bakhuis, kom ik daarna bij u terug. Dank u wel, voorzitter. We hebben de kennis genomen van de stukken. We zien ook mooie cijfers rondom solvabiliteit en weerstandsvermogen. We hebben het al een paar keer vaker gehoord, maar ook wij zouden ook toch wel willen vragen om zeer nauwkeurig te blijven monitoren op met name de begroting en indien mogelijk de raad actueel te blijven informeren over het verloop van die begroting. We zien de argumentatie en we snappen dat ook, maar misschien is er meer mogelijk. We zien dus een financieel gezonde gemeente. We hebben de technische vragen, de antwoorden bekeken, daar kom ik straks weer even op terug. Maar terugkomend op wat de accountant er zei, hoe complex is het om het
systeem van inkoop, zeg maar, om dat als het ware in te bedden in die BVO. Zodat we daar misschien op kortere termijn wel een oplossing voor krijgen. Dan enkele dingen uit de beantwoording van die technische vragen. Er wordt gezegd, wanneer we een vraag stellen over dat er een tussenrekening is voor de uitgekeerde PGB. De vraag waarom die tussenrekening er is en wie de beheerder is. Het antwoord is dan, dit is een administratieve handeling die nodig is om twee verschillende systemen op elkaar te laten aansluiten. Nou, we vinden dat een redelijk abstract antwoord en misschien dat we daar wat een concreter antwoord op kunnen krijgen. Maar ik ga jullie toch hetzelfde vertellen als wat ik net tegen meneer Schuurman zei, ja, meneer Bakhuis. Daar was ik al bang voor, ja. De volgende vraag is dan misschien geen technische vraag. Het gaat over de jeugdzorg, de regionale jeugdzorg. In de beantwoording wordt gesproken over een beheersing van kosten door een nieuw inkoopmodel. Het CDA vindt behalve aandacht voor de omvang van de kosten van specialistische jeugdzorg het belangrijk dat kwetsbare kinderen passende zorg krijgen. Kan de portefeuillehouder nader toelichten of garanderen dat tegenover de hoge kosten passende zorg ook staat voor kwetsbare kinderen uit onze gemeente en er geen sprake is van overbehandeling of onderbehandeling? En verder, in de jeugdhulp is veel discussie over de kwaliteit van de geleverde zorg en de omvang van de administratieve lasten, wat ook impact heeft op die kosten. Kortom, de besteding lijkt eigenlijk wel een soort van black box. Het CDA zou op prijs stellen hierop van gedachten te wisselen op een soort van raadsinformatiebijeenkomst, waarbij ook de regionale zorginkopers, de lokale zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd. Tot zover, voorzitter. Heel goed, hartelijk dank. Meneer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over het jaarverslag 2017. De ChristenUnie begrijpt dat het raadsvoorstel dat de gemeente 200.000 euro heeft ontvangen voor combinatiefunctionarissen, maar deze nog niet heeft gebruikt. En uit de raadsinformatiebijeenkomst op 24 april begrijp ik dat de gemeente meer gebruik gaat maken van het IJslands model. Dit model focust zich met name op middelbaar onderwijs, zoals ook de presentatie van Sportservice naar voren kwam. Onze fractie was eigenlijk nieuwsgierig of dit overschot ruimte biedt voor het behouden van de activiteit in het basisonderwijs. Dan hebben we nu iedereen gehad qua vragen. Ja, ik zou inderdaad willen voorstellen om nu wel te gaan eten. Dan kan het college ook even nadenken, dit laten bezinken en dan na het eten erop terug te komen. Dus dat betekent dat wij nu tot 7 uur schorsen. Wij hervatten de oriënterende ronde. En we waren gebleven bij het beantwoorden van de vragen in zaken agenda punt 5. De vragen zijn gesteld. We hebben kunnen eten en het college heeft zich kunnen voorbereiden op de vragen die gesteld zijn. Om het praktisch te houden, laten we de vragen per portefeuillehouder beantwoorden, want anders blijft het een heen en weer gelopen. En daarom wil ik de portefeuillehouder financiën, want dat is toch wel de belangrijkste portefeuille vanavond als eerste naar voren vragen. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het onderwerp wat het meest genoemd is op dit onderwerp. Dat betreft toch de zaken rondom de accountantsverklaring. Je hebt kunnen constateren dat die nog niet definitief is. Ook daarbij kunnen constateren dat daar nog een aantal cijfers ontbreken. Dat zit met name in de jeugdzorg. In de BVO jeugdzorg, maar ook tussen de koppeling van de gegevens van de SVB en de cijfers hier intern. Het lijkt ons ook goed dat wij als college met een schriftelijke verklaring komen over hoe wij tegen het advies van de accountanten aankijken. En ik zou hier voor willen stellen dat we dat doen nadat we ook de definitieve versie hebben ontvangen. Om daarbij dan ook in te gaan op de 4 aspecten die door uw raad ook genoemd zijn. En die ook in het stuk naar voren komen als het gaat om de inkoop. Zou ik graag met u wat verder over uit willen wijden over dossiers die daar ook meerjarig onder liggen. De waardering van de gronden die zit denk ik bij de GREX. Maar ook de BOH waarin natuurlijk vooral de risico's zitten. Of wij ervoor moeten zorgen dat er voldoende bemensing blijft op de posten voor het aanleveren van de stukken. En punt 4, het sociaal domein, heb ik al kort even
aangestipt. Maar met uw goedvinden komen we daar dan ook schriftelijk op terug bij de definitieve versie van de accountsverklaring. Ik vond nog wel de behoefte om ook even in te gaan op de voorspelbaarheid van de begroting. Dat is ook al enige jaren een onderwerp van discussie hier in deze raad. Maar het is wel zo dat als we nu het resultaat bekijken ten opzichte van de begroting, dan is een heel groot gedeelte daaruit natuurlijk de winstneming uit het grondbedrijf. En we hebben voor een gedeelte het overlopende beleid, zeg ik dan maar. En het is wel zo dat je wanneer het resultaat vermindert met die punten, dat je dan uitkomt op een afwijkend resultaat van 2-3%. En dat is toch volgens mij wel gebruikelijk. Of gebruikelijk in ieder geval niet heel vreemd in overheidsland, zeg ik dan maar. Dus dat ook even voor de accountantsverklaring. Er kwam nog een vraag over financiën, die ging voor mij kwam van 50+, die ging over de WMO. En of zaken daaruit niet vast kunnen worden gehouden op één rekening. Nou, we hebben als raad, u heeft als raad afgesproken dat niet meer te willen, met reservevormingen op allerlei onderwerpen. En we hebben ook heel nadrukkelijk gezegd in de zorg dat het zo is dat de financiële middelen, zeg maar, volgen op het beleid. Dus het beleid dat u met elkaar vaststelt, dat is leidend in dat verhaal en wordt dus gevolgd door de financiën. En u heeft dit jaar ook kunnen zien, of vorig jaar kunnen zien, dat er van budgetneutraliteit geen sprake meer was, omdat er op het gebied van het sociaal domein een overschrijding van 2 ton geweest is. Dan de BOH en de ontvlechting daarvan. Daarvan werd gezegd, nou ja, we hebben destijds gezegd, we willen substantieel bedrag inboeken voor efficiëntie. Dat substantieel is toen gekwalificeerd als een miljoen. En daarvan deed de heer Jonkers de suggestie van, nou laten we die maar vast opnemen als soort dekkingsmiddel voor de ontvlechting. En dat zou ik toch willen ontraden, omdat er een aantal onderwerpen zijn in die BOH, in dat samenwerksverband, die wij graag ook in die zin gestand willen houden. Hè. Er zijn best wel efficiëntievoordelen behaald die wij ook in goed overleg met om in stand willen laten. Dus ja, ik zou dat nog even niet doen. Ook om ervoor te zorgen dat we zo mooi mogelijke positie hebben in dat verhaal. Even kijken, dan heb ik nog een vraag van het CDA over de PGB en de systemen. Ja, dat schijnt toch een redelijk technisch verhaal te zijn. Ik zou u willen adviseren dat als dat toch tot aan de bodem uitgezocht moet worden, om daar met een keer met de ambtenaar om tafel te gaan over hoe dat precies vorm heeft. Dat werd al heel duidelijk gemaakt. Kijk aan, dus dat signaal in ieder geval overgekomen. Dan nog even terugkomen op de vraag van de heer Kuipers. En het ging over de combinatiefunctionaris. Ook denk ik in relatie tot wat de insprekers hier betoogd hebben. En op dat gebied is het zo dat die combinatiefunctionaris waar we het hier over hebben is ingezet voor de brede school. De brede schoolontwikkeling hebben we een drietal pijlers eigenlijk die dat verhaal ondersteunen. Dat is door de gemeente zelf, door de cultuurkoepel en de bibliotheek voor cultuurvorming, lage letter, et cetera. En we hebben dan de inbreng van sportservice voor bewegingsactiviteiten. Maar wat wij niet zouden willen is dat zeg maar, de inzet van die combinatiefunctionaris een soort constructie wordt om zonder werkgeversverplichtingen een vakdocent in te huren. Hè. Dan hebben we het niet meer over de component van innovatie, van iets extra's, van de verbinding tussen onderwijs en sport. En dat waren toch pijlers waarvan u in deze raad gezegd heeft, dat is de inzet voor die combinatiefunctionaris. En dat zien wij daar onvoldoende in terug, vandaar dat er ook voor gekozen is van die zetten we even niet in. We gaan wel kijken of we ook nog iets kunnen doen richting IJslands model. Daar wordt ook het voortgezet onderwijs bij betrokken. En misschien om in financiële zin nog goed om bij u aan te geven. Dat waarvoor voor hemel is gedacht werd dat het geoormerkte middelen waren. Hè, die dus bij geen inzet terug zouden vloeien naar het Rijk. Is dat niet het geval. Die middelen hoeven niet te worden teruggestort. Die vervallen hier aan de algemene reserve. En mocht uit de beleidsontwikkeling komen dat er toch behoefte is aan een combinatiefunctionaris op welk facet dan ook, dan kunt u de raad altijd besluiten om daar toch weer een nadere invulling aan te geven. En daarmee kom ik wel aan het einde van mijn vragen. Voorzitter. Meneer Kuipers heeft een aanvullende vraag. En ik hoor meneer Bakhuis, maar meneer Kuipers was wat eerder. Ja, ik was nog even nieuwsgierig. Jullie kiezen nu voor het IJslands model. Maar is dat op basis van een evaluatie of komt dat zo tot stand? Nou, we gaan eens onderzoeken of dat IJslands model of daar wat meer potentie voor ons in zit. We hebben wel gekeken van, nou, hoe is nou zeg maar, de inzet van de combinatiefunctionaris in PO geweest?
begrijp ook heel goed dat betrokkenen, ook de brede school, daar positief over is. Want laten we zeggen, het maakt misschien wel een stukje op het gymonderwijs, het lichamelijk onderwijs, wat gemakkelijker. Alleen het inzetten van de combinatiefunctionaris voor alleen dat type activiteiten, ja, dat strookt niet met datgene wat we hebben afgesproken over de inzet van combinatiefunctionarissen. Daar zou wat innovatief in zitten, daar zou de verbinding zitten tussen onderwijs en sport. En daarvan hebben we geconstateerd, vinden wij dat dat op dit moment onvoldoende is. Vandaar ook dat we nu zeggen van nou, we laten die middelen nu in eerste instantie terugvallen aan de algemene reserve. Voor mij komt er wat uit de lucht vallen om de combinatiefunctionarissen niet meer in het PO in te zetten. Want naar mijn informatie worden juist de combinatiefunctionarissen niet ingezet voor die gymlessen. Er worden contracten over afgesloten voor leerkrachten die sportlessen kunnen geven door de sportservice. Dus ik heb misschien ook de evaluatie gemist van die inzet. En om nu zomaar af te schaffen vind ik wel wat kort door de bocht. Kan daar misschien de portefeuillehouder wat nader over zeggen? Wat wij geconstateerd hebben, als je kijkt naar zeg maar, het functioneren van die combinatiefunctionarissen, specifiek even op dit onderdeeltje voor de brede sport, dan hebben wij ook sportservice zien worstelen met de vraag, ja, wat moet dan de invulling precies daarvan wezen? En wat wij niet willen, is dat het een soort constructie wordt, zeg maar, om op redelijk goedkope manier en zonder werkgeversverplichtingen en lichamelijk onderwijs te doen. Hè. Dat is niet de functie van die combinatiefunctionaris. Nou, die discussie die speelde, die hebben wij ook medegedeeld. Ik geloof dat in april ergens geweest is. Maar wel gezegd van ja, als dat niet meer helemaal aansluit bij datgene wat wij ervan van verwacht hadden, dan moet je daar ook een bepaalde maatregel op trekken. Dat betekent, dan kijken we nu ook samen met de provincie en met twee andere partijen van nou, kunnen we niet iets meer doen richting het IJslands model, zeg maar. Dus daar willen we eigenlijk eerst naar kijken, en dat soort onderzoeken. Daarin wordt ook ondersteund door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als het gaat om het bewegingsverhaal. Dus wij zouden echt daar wat meer in willen steken. Voorzitter, is daar het werkveld ook over geraadpleegd? Is daar een gesprek over geweest, over die inzet? Die discussie is gevoerd. En die discussie is ook gevoerd met partijen in het, in het brede schoolconcept. Maar als ik dat precies wil, kan ik daar nu nog een verslag van doen. Ja, voorzitter. Als ik Even wachten, meneer Stelpstra, want meneer Gelling was u net voor. Dus hem wil ja, maar niet naar links van dit gesprek. Dus meneer Stelpstra daar wel iets over heeft dan. Heeft u een hele nieuwe vraag, meneer Gelling? Want nee, ik mis nog een antwoord op mijn vraag, maar daar wil ik dan. Okay, prima. Dan laat ik meneer Stelpstra eerst aan het woord. Ja, ik wil toch even aansluiten bij deze discussie. Ik vind het wel jammer dat er geen evaluatie is geweest en toch een beleidswijziging in wordt gezet. En u geeft aan dat u een aantal dingen constateert. Daar zijn wij ja, in die zin niet in meegenomen. Hè. Er is hier een inspreker uit het werkveld, hè, die geeft toch een ander signaal aan ons. Dus het is wellicht verstandig dat u ons wat meer gaat meenemen bij deze keuze. En misschien nog even wat minder voortvarend te werk gaat. Nou, in die zin, voorzitter, ga ik niet zo voortvarend te werk met een beleidswijziging. Sterker nog, wij stellen voor om die middelen in eerste instantie terug te laten vloeien aan de algemene reserve. Dan kunt u als raad, als u toch behoefte heeft, die middelen weer beschikbaar stellen. Ja, dat is wel heel makkelijk, want uit de reserve halen, dat weet u zelf ook wel dat het niet zo makkelijk gaat. Nou, daar gaat u als hoogste orgaan over, zeg ik dan maar. Ja, uiteraard, dat klopt. Maar goed, het lijkt me goed dat u een evaluatie maakt en ons even mee gaat nemen in uw overwegingen hiervoor. Want als ik zo even de geluiden proef in deze raad, dan wordt dat wel anders. Het lijkt me goed, voorzitter, dat wij nog even met een korte notitie komen waarom we tot deze overweging zijn gekomen. Is het dan vooraf aan het feit dat die combinatiefunctionarissen niet meer ingezet worden in het PO? Want ik kan me voorstellen dat nu een bepaalde leemte gaat veroorzaken. Die mensen hebben nu een bepaalde taak gekregen. Als ik het goed begrijp, gaat u op 29 mei de stukken vaststellen. Dus misschien is het handig dat ik eind van de week probeer om u wat meer informatie te voorzien. Dat is heel mooi. Dat is volgens mij een toezegging. Die had ik al gehoord, maar nu met een datum. Dus dat ging toch redelijk snel, voorzitter. Ja? Ik had gehoopt de eerste toezegging wat langer uit te sparen, maar goed. Meneer Gelling, bent u misschien dat de antwoorden nog volgen tenzij de wethouder klaar is met de beantwoording van zijn vragen? Ik schat in dat het gaat over de accountantsverklaring.
Nee, ik hoorde de wethouder zeggen dat hij het wel ongeveer gehad had, voorzitter, met de eerste ronde van vragen. En toen dacht ik wellicht dat ik dan een antwoord gemist heb op een gestelde vraag. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, of ze vallen bij een andere portefeuillehouder, maar... Nee, maar het betreft uw portefeuille, dus ik wilde daar toch met uw instemming, voorzitter. Wat was uw vraag, meneer Gelling? Nou, die ga ik u stellen als u mij daar de ruimte van laat. En die laat u mij nu. Maar ik wilde beginnen, voorzitter, met de wethouder te complimenteren dat zijn eerste optreden hier heel duidelijk en helder is. Daar zijn wij als VVD-fractie blij mee. Alleen mis ik wel het antwoord op de vraag. De vraag die hij gesteld was namelijk, wat vindt u van alle aanbevelingen van de wethouder, van de accountant? Ik begrijp dat u ter zake het merendeel schriftelijk gaat reageren. Maar hoort daar ook bij het besluit om de niet in exploitatie te houden gronden weer in door te schuiven die herwaardering naar een volgend jaar? Of gaat er ook schriftelijk beantwoord worden? Nou, wellicht gaat de portefeuille over het grondbeleid daar nog op in. En zo niet, dan zal ik daar schriftelijk op terugkomen. Het is misschien nog even lastig om de portefeuilles aan de juiste wethouders te koppelen, maar dat komt vanzelf. Nee, niet voor u, maar voor de raad. Nou ja, voorzitter, ik neem aan dat het college gaat reageren op de aanbevelingen. Dus ik neem aan dat het college een gezamenlijk standpunt kan presenteren. Zoals u niet anders van het college gewend bent. Dat leek mij ook al een soort van schot voor open doel. Dan vraag ik nu... Ja, ik denk wethouder Teruut. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen over biodiversiteit, over het grondbedrijf waar ik even wat nader op in wil gaan en over jeugdzorg. Ten aanzien van een vraag van de PvdA, volgens mij, hè, over de biodiversiteit en over een instrument waarna we op zoek zijn geweest om te kijken hoe we daar goed inzicht in zouden kunnen verkrijgen. Waarvan we gezegd hebben dat instrument dat ontbreekt nog op dit moment, hè, maar we hebben ook gezegd dat neemt niet weg, dat we er wel waarde aan hechten dat we inzicht willen hebben en de kennis wel binnen willen halen. We hebben geconstateerd dat we zelf die kennis onvoldoende hebben, maar dat we die bij de omgevingsdienst voldoende kunnen binnenhalen. En we maken daarbij ook gebruik van landelijke databases. Het grondbedrijf. Dus inderdaad, er waren twee vragen volgens mij over van de ChristenUnie van de VVD. Ten aanzien van nou ja, het rooskleurige beeld, schetste de VVD, nou, dat was wellicht wat minder rooskleurig als dat het deed vermoeden. Hè? Het netto resultaat zou ik er bijna willen zeggen. En daar zit gelijk ook wel een deel van mijn antwoord. We hebben die winstneming hebben we ook genomen. Dat gaat over het positieve bruto resultaat. Daarnaast hebben we nog een aanpassing moeten doen aan de voorzieningen. Waar uiteraard inderdaad dat verschil, volgens mij wat u suggereert, op het netto resultaat kleiner is als het bruto resultaat. Maar over het jaar 2017 zal ik toch namens het college wel willen zeggen dat wij dat een positief resultaat achten. Het vraag over de aanbeveling ten aanzien van de gronden die we in het grondbedrijf of die op de exploitatie staan, hebben we gezegd van eigenlijk hebben we daarvan nu, en waarom we dat nu nog niet afwaarderen, maar later, en dat we eigenlijk dan maximaal de tijd, dat heeft wat ons betreft een hele praktische reden, omdat we gezegd hebben van laten we ook eens even goed kijken hoe die markt zich ontwikkelt. We hebben die gronden nu in portefeuille, 95% daarvan hebben we ook ondertussen al afgewaardeerd. Risico's, de accountant noemde het volgens mij ook al even. De risico's die zijn in die zin beperkt. Dus wij maken daar een bewuste keuze in om te zeggen van nou, wij schuiven dat nog eventjes voor ons uit. Die ruimte die hebben wij. En laten we dan eens kijken hoe de positie op dat moment is. En dan eventueel op basis van die positie al dan niet verkopen. Hè? En met welke doelstelling. Dan kom ik nog even bij de jeugdzorg. Er waren verschillende vragen. Ik heb van de ChristenUnie, CDA en de PvdA vragen genoteerd. PvdA had volgens mij een vraag over of wij harde afspraken maken met de huisartsen. Wij maken daar geen harde afspraken mee, maar wij zijn er wel heel goed mee in overleg. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Hè? Wij vanuit de Samen Doen Teams, de huisartsen vanuit hen, en andere zorgverleners of toewijzers, het is maar net hoe je het interpreteert. Die doen dat vanuit hun verantwoordelijkheid. En wat wij voor zorgen is in ieder geval voor een hele goede afstemming. En dat we goed met elkaar in overleg zijn. Dat ten aanzien daarvan. De ChristenUnie had een vraag over zorg in natura. En dat er een ontwikkeling zichtbaar is dat de zorg in natura zin dat dat toeneemt. Dat tegenover staat dat de PGB-jeugd dat de vraag daarna afneemt. Dat is een... Dat is een tendens die we zowel regionaal als landelijk ook zien.
Wij constateren dat ook. De waarde die we daaraan kunnen hechten, dat vinden we op dit moment nog wel wat lastiger te duiden. Hè? Het kan ook zijn dat we nu een groep bereiken die we in het verleden niet hebben bereikt. Dan zeg ik, ja, het kost meer geld, maar dat is wel... Een vraag van het CDA gaat er overigens ook over de kwaliteit van die we willen leveren. Dat we een grotere groep benaderen. Ik zeg daar gelijk bij, ook wel bij van... dit is eigenlijk een van de redenen waarom ik gezegd heb, we willen zelf die administratie in handen hebben. We willen daar een beter inzicht hebben van hoe de vlag erbij hangt. Om ook eventueel dat te kunnen betrekken. Om zelf een beeld te kunnen krijgen. Het inzicht zelf te vergroten. En eventueel op basis daarvan ook al dan niet tot andere keuzes te komen. Want waar het om gaat is dat het belang van het kind centraal staat. En dat is ook waar het CDA aandacht voor vroeg, hè, voor de kwaliteit. En ik vroeg daarbij ook van, zijn er ook kwaliteitseisen in de zijn er ook kwaliteitseisen? Ja, die zijn ook vastgelegd in de contracten. We willen ook kijken dat we daar nog in ons in ontwikkelen om daar ook nog weer beter op toe te zien. Maar kwaliteit en de kosten, ik zou zeggen, het kind staat centraal. Dus daar ligt voor ons absoluut de focus op. Mevrouw Kloekhorst, dan had nog een aanvullende vraag. Nou, wellicht moet het dan ook wat anders verwoord worden in het jaarverslag. Want er staat bij wat wilden we bereiken of wat willen we doen. En daar staat toch echt samenwerkingsafspraken met de andere toegangen. En als daarmee bedoeld wordt een intensievere samenwerking, zou ik dat anders verwoorden in het jaarverslag. Dan hebben we het eigenlijk een beetje over de... Staat hij nu nog aan? Ja, over de positie van de jeugdzorg. Het is een dossier waar we veel aandacht en de CDA vraagt ook van, kunnen we daar als nog niet eens een informatiebijeenkomst over hebben? Nou, volgens mij heeft het coalitieakkoord inkt is in die zin net droog, maar ik juich het van harte toe. Ik zou het eigenlijk ook wel mooi vinden als het initiatief ook vanuit de raad komt. Vanuit de Griffie willen we als college willen we dat prima ondersteunen. Maar wat mij betreft is dit juist een prima onderwerp om nog eens een keer het gesprek met elkaar over aan te gaan. Want het gaat in die zin zeker ergens over. Dus in die zin lijkt me een goed initiatief, maar het zou dus ook vanuit de raad zelf kunnen komen. Voorzitter, ik denk dat ik, even door mijn lijstje, dat ik de vragen gehad heb. Dank u wel. Wethouder Bruinsma. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen hier voor me liggen. Die wil ik even beantwoorden. Is de vraag van GroenLinks. Dat vond ik een goed idee. We gaan het uitzetten bij het ACC. En als we daar meer van weten, dan wil ik daar graag op terugkomen. Dan was er een vraag vanuit de ChristenUnie over het, de BIG of de BIG, hoe je het ook wil noemen. Ik heb daar inderdaad wat informatie over verzameld. Het is zo dat een BIG bestaat uit 303 verschillende handelingen die je kan doen. Waarvoor een rekentechnisch trucje wordt uitgehaald en dan wordt omgezet naar een percentage. Een voorbeeld is clean desk policy. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een firewall. Dat heeft impact op dat percentage en dat loopt dan inderdaad op. Ik heb ook te horen gekregen dat de baseline informatie beveiliging gemeenten komend jaar waarschijnlijk vernieuwd gaat worden. Dus dat wordt vervangen. Waardoor eigenlijk vraag 2, die 100% gaan we niet halen waarschijnlijk nu. En het is een, dat is een beetje het idee van de BUG. Dus het is eigenlijk een streven voor die 100%. Maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Meneer Van der Grampel. Dank u, voorzitter. Ik breng me wel even bij de vraag. Welke risico's überhaupt lopen we daardoor risico's en zo ja, welke? Ik snap uw beantwoording van wellicht gaat de BIG helemaal van tafel. Maar op dit moment is er een inschatting te maken van lopen we als gemeente risico's daarbij dat we nog niet op 100% zitten en zo ja, welke? Ja, die vraag die valt inderdaad niet te duiden. Op zich, de meeste maatregelen die ik kon nemen, die zijn genomen. Mij is verteld dat dat inderdaad wel goed was voor nu. En de risico's, dat is een goede vraag. Ik kan het nog een keertje navragen en indien mogelijk u beantwoorden op die vraag. Toezegging nummer 2.
Dan had ik nog een vraag over de paspoorten van de PvdA. Nou, het zit zo. De gemeente weet precies welke paspoorten verlopen. Daar wordt op begroot. Alleen, wat ze niet kunnen plannen is wanneer mensen deze gaan aanvragen. Als we kijken naar 2016, hadden wij een tekort. En 2017 een iets meer. En dan kan je tegen elkaar afstrepen en dan hou je nagenoeg niks over. Ik hoop dat dat voldoende is. Ja, dan hou je niks over. Maar nou hou je dus een ton over. En dat lijkt me nogal een substantieel bedrag. Nee, zoals ik het probeerde uit te leggen, is in 2016... kan je dat bedrag weer terugvinden dat het een tekort is. Kijk, mensen die hebben, ze hebben begroot dat er zoveel mensen een paspoort is verlopen in 2016. Die mensen die hebben niet allemaal een paspoort aangevraagd. Dus die kosten die zijn niet in rekening gekomen. Dus vandaar dat 2017 en 2016 afwijken. Maar als je het bij elkaar telt, dan komt het gelijk uit, zeg maar. Nagenoeg. Er zijn mensen die het nog niet hebben aangevraagd. Dus. Dan had ik nog een vraag over duurzaamheid. Dat is eigenlijk PvdA en GroenLinks vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik wil hem zelf graag ook beantwoorden. Ik ben nog niet goed geïnformeerd, want ik heb morgen pas portefeuilleoverleg. En goed. Wij hebben wel besloten om, indien het raadsagenda toelaat, zo snel mogelijk na de zomer een informatiesessie te plannen over die pilotprojecten. Dan willen jullie graag erover informeren. Oké, dus dat is een raadsinformatiesessie vanuit het college. Heel goed. Dat waren de vragen van u. Oké, dank u wel. Wethouder Luiten. Iets te onstuimig. Dank u wel, voorzitter. Dan hoort nu iedereen het. De PvdA-fractie heeft gevraagd naar de lagere uitgaven voor de onderwijsachterstanden. Dat staat inderdaad iets onhandig geformuleerd, omdat dat lijkt alsof van uitstel van investeringen ook afstel zou kunnen komen. Ik kan u in ieder geval geruststellen dat dat niet zo is. De investeringen hebben enige vertraging opgelopen, omdat we sowieso de professionals die bijgeschoold moesten worden eerst moesten toetsen of ze bijscholing nodig hadden. En dat kost nou eenmaal enige tijd, want je hoeft niet mensen te gaan bijscholen die het allemaal al kunnen. Maar in principe is het dus een kwestie van uitstel en geen afstel. Vorig jaar hebben de toetsen plaatsgevonden en dit jaar gaat het alsnog worden geïnvesteerd. Dan heeft u ook een vraag gesteld naar het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Hoe de verdeling van de gelden bepaald wordt. Op dit moment gebeurt dat besluit door het college naar ambtelijk advies. En we zijn bezig om dat om te buigen naar een advisering door een onafhankelijke commissie van inwoners uit de kern waar de aanvraag komt. Dat moet nog worden opgezet, dat systeem. Maar het voordeel daarvan is dat we inderdaad ook een verbinding kunnen stellen, bijvoorbeeld door te vragen aan die commissies of ze ook willen kijken naar de dorpsplannen in de betreffende kern. Maar zover zijn we nog niet. U vraagt daarover geïnformeerd te worden. En wat ons betreft, zodra we daar wat verder in zijn, zullen we u zeker op de hoogte houden daarvan. De ChristenUnie vroeg of het feit dat er voor minder geld meer activiteiten in de cultuur hebben plaatsgevonden of dat ook betekent dat er minder is aangevraagd. Als u naar bedragen kijkt, is dat niet zo. Maar we zijn er natuurlijk wel blij mee dat we met hetzelfde geld wel degelijk meer leerlingen bereiken door meer activiteiten. De belangrijkste reden daarvoor is dat er nu twee organisaties structureel worden gefinancierd. De cultuurkoepel Vechtdal en Havamra. Dat was geld wat eerst bij de muzerie belegd was. En daar ging een heel groot gedeelte van het geld in overhead en dat is nu niet zo. Dus effectief kan met hetzelfde bedrag kunnen nu meer leerlingen meer activiteiten volgen. En dan tot. Mevrouw Van der Veen heeft daar een aanvullende vraag op. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag was niet specifiek alleen op de leerlingen gericht, maar op het hele evenementenbeleid. Ik heb hem nu geïnterpreteerd op het gebied van het cultuurbeleid. Het evenementenbeleid blijf ik u dan even schuldig. Mocht daar nog iets anders voor gelden, dan zal ik u daar later over informeren als u dat goed vindt.
Dan de vraag over de uitkeringsgerechtigden, waar eerst staat dat het stijgt en vervolgens dat het stabiliseert. Het klopt dat het stijgt, niet heel fysiek, maar normaal gesproken zien we in de zomer een daling, want dan is er natuurlijk veel seizoenswerk. Om nog onduidelijke reden bleef de daling in de zomer uit, maar gelukkig ook de stijging aan het eind van de zomer. Dus waar het op neerkomt is dat het aantal uitkeringsgerechtigden inderdaad stabiliseert. Dat heeft natuurlijk met de goede economische situatie te maken. En we zijn ook nog heel erg druk bezig om het aantal uitkeringsgerechtigden wat er overblijft, omdat ook nog naar beneden te krijgen. Bijvoorbeeld het project Kickstart. Daar heeft u een raadsbrief over gekregen op 25 april. Maar als er nog enige vraag overblijft, het is een kwestie van een stabilisatie. Er wordt niet gestegen. En tot slot de kosten van de bewindvoering. Die zijn inderdaad nogal gestegen. Dat heeft te maken onder andere dat nu meer mensen daar recht op hebben dan vroeger zo was. Vroeger kwam je daarvoor in aanmerking op het moment dat je bijvoorbeeld psychische problemen had, om het zo maar even te noemen, of dement werd. Tegenwoordig kan je daar ook onder vallen als je problematische schulden hebt of als je leidt aan geldverkwisting. Ik moet nog even uitzoeken wat dat precies betekent. Maar in ieder geval is dat voor de rechter ook een reden om mensen tot bewindvoering toe te laten. En dan zullen we dat als gemeente gewoon moeten financieren. Uw suggestie om te kijken of we daar wat aan kunnen doen door eigen bewindvoerders aan te stellen, dat is een interessante. Daar hebben we ook al vaker naar gekeken. Het is wel zo dat de gemeente Enschede is wel door de rechter op zijn vingers getikt, omdat dat niet kan betekenen dat als wij bewindvoerders in dienst zouden hebben, dat leidt tot gedwongen winkelnering, dus dat mensen niet meer kunnen kiezen voor andere bewindvoerders. Maar we volgen wel de experimenten in Groningen, waar wel degelijk ook bewindvoerders in dienst zijn, maar waar mensen nog wel een keus hebben. En het zal u ook natuurlijk plezieren dat in het coalitieakkoord staat dat we sowieso naar de kwaliteit en naar de omgang met bewindvoerders willen kijken. Dus daar gaan we de komende tijd ook mee aan de slag. Voorzitter, ik geloof dat dat alle vragen waren. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Nou, dat is mooi. Dan gaan we door naar agenda punt 6. Aanbieding conceptjaarstukken 2017 BOH en conceptbegroting 2019 bestuursdienst Omme Hardenberg. Dat gaat over de begroting en de jaarstukken. Dus over beide zaken kunt u vragen stellen in deze eerste termijn. Wie kan ik het woord geven? Meneer Gelling en meneer Rodermond. Meneer Gelling, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de eerste vraag van de VVD-fractie betreft eigenlijk tegen wie wij het nu hebben. Aan welke portefeuillehouder moeten wij onze vragen stellen? Want ik lees in het coalitieakkoord dat u dat nog moest bepalen. En ik dacht ergens op te vangen te hebben dat dat vanochtend zou gebeuren. Dus wellicht dat dat interessant is om te vertellen. En vervolgens zouden wij dan aan die portefeuillehouder graag willen vragen wat hij of zij vindt van de constatering van de accountant dat er geen enkel plan ten grondslag ligt aan de ontvlechting van de BOH, want dat is dan nummer 2. En wij zouden graag van u willen horen wie die ontvlechting van de BOH verder gaat doen. Hè. Dus is dat dezelfde portefeuillehouder of heeft u het verdeeld onder de 4 wethouders? Dat zijn een paar dingen. En we hebben nog wat inhoudelijke zaken. Maar wellicht, omdat ik toch de enige ben, kennelijk met meneer Rodermond die vraag gesteld, dat ik dan graag eerst wil weten aan wie ik ze stel, om dan daarvan gebruik te maken. Nou, dank u wel. Dan bewaren we die voor een mogelijke tweede termijn. Dank u wel, meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het graag even centraal houden. Ga uw gang, meneer Rodermond. Nogmaals, dank voorzitter. Wat betreft de begroting en dan met name de meerjarenbegroting ten aanzien van de BOH ontgaat mij enigszins de relevantie. Ook al is er een wettelijke verplichting om een dergelijke begroting op te stellen ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Maar gezien ook de huidige ontwikkelingen, en meneer Gellingen refereerde er al enigszins aan, hè, de ontvlechting van die BOH, is mijn vraag eigenlijk aan het college of de mogelijkheid is onderzocht om een vrijstelling te verkrijgen in verband juist met die ontvlechting voor het opstellen van een meerjarenbegroting. Dank u wel. Ik kijk even naar achteren, want ik weet ook niet wie de portefeuille houdt. Ach. Valt niet mee. Als je bijna niet aan het woord bent geweest. Dank u wel, voorzitter.
dat ik hier voor u mag staan. Vraag over de BOH. Om daar kort op in te gaan. De fractie van de VVD heeft daar vraag gesteld van ja, wie gaat er over de BOH? U spreekt nu met de voorzitter van de bestuursdienst Omme Hardenberg. In het college er moet nog een besluit worden genomen over welke portefeuille bij welke portefeuillehouder terecht komt, zeg maar, van binnen de BOH. We hebben te maken met de portefeuillehouder financiën binnen het bestuur, maar ook met het voorzitterschap. Dat zit dus bij mij op dit moment. Daar is overigens ook geen reden aan om daaraan te twijfelen. Dus we gaan daar volgende week een besluit over nemen. We willen eerst iets meer inzicht hebben nog in wat we moeten doen. En dan wordt bepaald wie binnen het college de bestuursdienst hier ook in uw raad zal behandelen. We hebben, ik hoorde de accountant ook een aantal dingen roepen over ja, dat er onduidelijkheid zou zijn. Eén duidelijkheid is er in ieder geval ten aanzien van de ontvlechting. En dat is dat we formeel juridisch de tijd hebben tot 1 januari 2020. Kijk even achterom. Ja, 2 jaar de tijd. We hebben op 1 januari opgezegd. 2018. We hebben 2 jaar de tijd. En we hebben met het college van Omme samen afgesproken. Daar waar het sneller kan, dat sneller te doen. En we zitten op dit moment in een fase van overleg met elkaar, de beide colleges. Er wordt op dit moment nog getrokken door de beide burgemeesters, maar in nauw overleg met de beide colleges. En daar willen we ook het nieuwe college van Hardenberg graag over bijpraten. Om een traject in te gaan, om het te kijken of we dat naar voren kunnen halen, of we dat sneller kunnen doen, zodat er ook zo snel mogelijk duidelijkheid is, met name ook voor de medewerkers van de bestuursdienst. Nou, in die fase zitten we op dit moment. En het is de bedoeling om uw raad ook nog voor het zomerreces, ik denk in juni, dus het zal over een maand zijn, om uw raad bij te praten over de stand van zaken van de procedure van de ontvlechting. En dat zal dan gevolgd worden door een ontvlechtingsplan, wat ook hier in deze raad behandeld zal worden. Dat is de planning. De vraag van D66, de heer Rodemond, of er vrijstelling zou kunnen worden gegeven voor het financiële begrotingssystematiek rondom de gemeenschappelijke regeling. Dat is niet het geval. Wij moeten van de provincie gewoon regulier begrotingen aanleveren, ook ja, naar onze toezichthouder toe. Zeg maar, dat is in dit geval de provincie. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik weet dat meneer Gelling graag een tweede termijn wil. Dat had hij al aangegeven. Want hij weet nu aan wie hij de vragen moet stellen die hij nog wil stellen. Althans voor nu. Dat kan volgende week weer anders zijn, heb ik begrepen. Ik dacht dat ik het niet goed gehoord had, voorzitter. Maar laat het toch wel de ernst van de zaak wat ons straks betreft aangeven. Want de hele ontbinding van de BOH is toch wel een hele belangrijke aangelegenheid. Ik zag namelijk in het coalitieakkoord, de portefeuilleverdeling, zag ik bij onze burgemeester waar dingen staan in de trant van bestuurlijke vernieuwing en dergelijke. Nou, dat zou kunnen. Maar het lijkt ons wel onwenselijk om de portefeuillehouder als niet politiek vertegenwoordiger te kunnen beschouwen. Dus wat ons betreft zouden wij toch de ontvlechting BOH in de portefeuille willen zien van een wethouder die ook hier politieke verantwoordelijkheid voor draagt. Omdat het dossier wel wat in zich heeft om ergens politieke verantwoording te nemen ook. Dus dat één. Maar dat had u zelf ook wel bedacht, denk ik. En twee is, in aansluiting op D66, ja, je kijkt een beetje raar naar deze begrotingen. Het ademt nou niet echt uit dat daar heel veel en heel diepgaand naar gekeken is. Hè. Het blijft zo wat hangen. Dat is één, dat is een meer algemene opmerking. En ik denk toch dat vanwege alle mensen die er werken, vanwege alle belangen die er zitten, het toch wel zaak is om ook in de tussenliggende periode buitengewoon zorgvuldig met de BOH en alles wat erbij hoort om te gaan. En een hele praktische vraag is, en die had ik aan de accountant willen stellen, maar dat is dus niet gelukt, want die is alweer vertrokken. Wat nou precies de toegevoegde waarde is van de brief die verstuurd is naar de inspecteur in zaken de vennootschapsbelasting. En ik begrijp dat dat hangt en ik begrijp ook dat moet volgens mij problemen met de accountantsverklaring en uiteindelijk de vaststelling van de jaarrekening te maken. Wat mocht er nog een open einde zijn materieel ten zake een eventuele vennootschapsbelasting aangelegenheid, dan moet er toch meegenomen worden. En ik vond wat hier staat wel heel erg cryptisch omschreven. Dus wellicht dat daar nog een kleine verduidelijking in zou kunnen komen. Ten aanzien van de antwoorden van de fractie van de VVD op de eerste punt, inderdaad, het gaat om de politieke verantwoording. Ook de discussie die we in het college even hebben gehad omtrent dit punt. Dus dat wordt gedeeld vanuit het college.
Punt 2 is denk ik heel belangrijk. U geeft dat terecht aan. Zorgvuldig omgaan met de belangen van de medewerkers ook in de organisatie. Maar ook de financiële belangen die ermee gemoeid zijn. Dat is ook precies de reden waarom we dit traject wel zo snel, zeg ik, als kan willen doorzetten. Maar ook zo lang als nodig is vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid. En dat geldt naar de medewerkers toe, maar geldt natuurlijk ook voor de dienstverlening naar onze inwoners toe. Dus het is best een complex proces, wat zorgvuldig gelopen moet worden. En de intentie is van beide besturen om dat ook als zodanig ook te handelen, zeg maar. Punt 3, ik begrijp vanuit het oogpunt van financiën inderdaad dat er een goedkeurende verklaring aan ligt. Dus het punt van de vennootschapsbelasting op dit onderdeel is speelt voor 2017 inderdaad geen issue meer. En dat u de begroting summier vond, dat is een opmerking die ik ook eerder voorgaande jaren ook wel heb gehoord over de begroting van de bestuursdienst. Het is ook eigenlijk in die zin, hoewel er veel geld in zit, is het een summiere begroting, want het gaat vooral over personeelskosten. En daarnaast tractie en ICT, zeg maar. Dus hij is ook vrij beperkt. En de discussie die ik eerder hier vanmiddag hoorde rondom de accountant, zeg maar, en uw vragen daaromtrent, was volgens mij ook nou precies de reden om te gaan stoppen met de wijze waarop we de verantwoording doen in de begrotings- en de jaarrekeningsresultaten van de bestuursdienst. Dat we daar vanaf willen, omdat we daar geen goed gevoel bij hebben met elkaar. Ik wil nog even verdiepen in de vraag, want ik zit nog even met de zorgvuldigheid die u net aanhoudt in antwoord op mijn vraag. Begrijp ik daar ook uit, dat mis ik net even, dat de constatering van de accountant dat er geen enkel plan ligt ter zake de ontbinding, die deelt u niet? Voorzitter. Ik wil toch wel even een bezwaar maken. De heer Gelling doet net voorkomen alsof hij niet bij het besluit van uitdienstreding is betrokken geweest. Bij de verdere planvorming. Ja, ik zit hier toch met enige verbazing te luisteren naar uw vragen. U weet dat wij op een gegeven moment die keuze hebben gemaakt. En dat we daarna een plan zijn gaan maken. En dat we nu in die fase zitten. Dus ik snap niet waarom u elke keer deze vragen stelt. Voorzitter, mag ik daarop antwoorden? Ik ben wel om mijn beurt verbaasd, want het besluit tot uittreding, dat is volstrekt juist, maar daar had de accountant ook niet over. De accountant had het, en dat betrof mijn vraag ook niet over de uittreding, maar bij het vervolg, het plan ter zake, het vervolg hierop. En de mogelijke risico's die daar zouden liggen. En dat is ook denk ik de zorgvuldigheid waar ik naar vroeg. Het heeft niet met uittreding te maken. Als ik die suggestie gewekt heb, is dat onjuist. Het gaat over het vervolg. Maar ik heb volgens mij de portefeuillehouder, of althans de nu nog even portefeuillehouder, horen zeggen dat wij voor het reces nog worden geïnformeerd als raad over wat de plannen zijn en wat de stand van zaken is, of eigenlijk in omgekeerde volgorde. Dus maar dat is ook niet wat ik vroeg. Ik vroeg heel specifiek, de accountant zei, ik heb geen enkel plan gezien. Dat was een vraag die ik gesteld heb. En de enige vraag is aan de portefeuillehouder die nu staat, of hij die mening deelt. Als ik begrijp de ontstentenis daarover niet, dat is gewoon wat het is. In 2000, de accountant heeft vooral gekeken naar 2017. Hè? Toen was er geen plan. We hebben pas aan het eind van het jaar besluit genomen over uittreden. Dus we zijn nu 5 maanden verder. Het zou mooi zijn als je over zo'n omvangrijk onderwerp al een kant-en-klaar plan zou hebben. Wat je ook al met de accountant zou hebben besproken, voordat je nog met de gemeenteraad zou hebben besproken. Dat is niet de goede volgorde voor wat ons betreft. Dus er is geen plan. Er is wel een plan in de maak overigens. Dat krijgt u ook te zien. Dat was volgens mij al duidelijk. Hartelijk dank. Ik ga niet vragen of we een derde termijn willen, want ik neem aan dat het hiermee is afgesloten. Dat is een juiste aanname, zo te zien. Dan zijn we bij agenda punt 7. Dat gaat over de eerste bestuursrapportage 2018 gemeente Hardenberg. Wie wil daarover het woord voeren? Even nageluisterd. Of u de tweede keer wel hetzelfde zegt als de eerste keer. Ik zag bij de ChristenUnie een aantal vingers omhoog, 3 zelfs. Meneer Bakhuis. Ik begin bij meneer Bakhuis. Oh, mevrouw Kloekhorst, vergeet ik u weer. Ik begin bij meneer Bakhuis. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ten eerste, als CDA een compliment uitspreken over die SMB-rap. We vinden het een goed leesbaar document dat op hoofdlijnen goed zicht geeft op het verloop van de ingezette ontwikkelingen en investeringen op de genoemde programma's. We hebben een paar aandachtspunten, een viertal als ik heel goed tel. Ten aanzien van de Kastanjehof, als fractie
hebben we onlangs een bezoek gebracht aan het ondernemersstartpunt in de Kastanjehof. We hebben hele enthousiaste en energieke jonge startende ondernemers gezien ontmoet in dit prachtige onderkomen. We pleiten dus voor een continuering van dit project. En op pagina 8 van de BERA wordt gesproken over een geprognosticeerd saldo van de exploitatie. We willen graag weten wat gebeurt er nou als die prognose niet wordt gehaald. Of kan het college ons geruststellen dat die prognose sowieso wordt gehaald. En in hoeverre kunnen wij denken dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Pagina 9, daar gaat het over de extra middelen van het KIK of het KIK-project. Goede zaak op zich. Generalisten in de gebiedsteams worden deels geleverd door onze samenwerkingspartners. Voor 2018 leveren de organisaties minder personeel dan begroot. Hierdoor wordt €125.000 in mindering gebracht op de subsidies die de organisatie ontvangen voor het leveren van personeel aan de gebiedsteams van Samen Doen Hardenberg. We willen graag weten waarom de organisatie minder personeel levert en kan het college ons informeren over de oorzaken van die verminderde inzet. Kan dit bijvoorbeeld te maken hebben met een te grote werkdruk? Vraag uw reactie en misschien ook al een reactie om de kosten hierop terug te brengen naar het begrote bedrag. Dan een punt wat we eigenlijk niet terugvinden in de investeringen rondom die eerste BRAP. Het bereikt ons best wel signaal dat er een goed overleg over is. Maar er wordt gesproken over de nieuwbouw van de PWS in 2018. We weten ook van de problemen ten aanzien van vervangende huisvesting. En kan ons het college ons informeren over de stand van zaken op dit moment. Is er de analyse van de gegevens van de aanbesteding van maatwerkvervoer. Daarin is gebleken dat het financieel voordeel dat de gemeente Hardenberg, Ommen en Dalfsen hebben behaald een negatief effect heeft gehad op de kosten van de gemeente Oostwijde voor het doelgroepenvervoer. En aan deze drie gemeenten, dus ook aan onze gemeente, is gevraagd om dit voordeel in te zetten om Oostwijde schadeloos te stellen. En voor Hardenberg betekent dit een bijdrage van €209.000, dat wil zeggen verdeeld over de drie jaren. En we lezen dan dat daar een separaat raadsvoorstel voor wordt opgesteld. Onze vraag is ook van, wat wordt de actie naar de gemeente Oostwijde? Moeten we daar maar gewoon aan bij blijven dragen of hoe zit dat met die kosten? Tot zover. Dank u wel. Meneer Kuipers. Dank u wel, voorzitter. Vraag over het eerste bestuursrapportage. In het bestuursrapportage wordt een aantal bedragen gereserveerd voor sport en accommodaties. Afgelopen jaar heeft de ChristenUnie een aantal keer gesproken met de motocross. Ook het CDA was hierbij betrokken. Het valt de ChristenUnie op dat de motocross niet wordt benoemd in het bestuursrapportage. Wat verwacht het college dit jaar te kunnen doen voor de motocross en onze gemeente? Meneer Van Grampel. Dank u wel, voorzitter. Vraag over de jeugdzorg op bladzijde 13 van de eerste BRAP. Een vraag die eigenlijk ook aansluit bij wat ik aan de orde stelde bij de jaarrekening. Daar antwoordde de portefeuillehouder op dat we, omdat de gemeente nu zelf de financiële administratie doet, we daar beter inzicht in de hopelijke kosten hebben. Maar over 2017 was er dus een tekort van ruim 1,6 miljoen. In de BRAP wordt aangegeven om bij het tweede bestuursrapportage te rapporteren. Maar gelet op de grote onzekerheid van de ontwikkeling van de kosten zou ik de portefeuillehouder willen vragen of hij de raad gelijk na het zomerreces hierover zou kunnen informeren. De ontwikkeling van de kosten met betrekking tot de jeugdzorg. Dank u. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Even naar aanleiding van de inspreker. Op pagina 20 in het staartje, daar staat inderdaad 175.000 alleen opgenomen, niet in de meerjaren. In de tekst wordt wel gesproken over de meerjarige bedragen. Dus wellicht kan de portefeuillehouder daar enige duidelijkheid over geven. Mevrouw Van der Veen. Ja, twee vragen naar aanleiding van de eerste BRAP. Eerste vraag gaat over informatie op pagina 9. In de bestuursrapportage wordt bij Fonds Jeugd een incidenteel bedrag toegekend van €100.000... voor incidentele plaatsing van jeugdigen in een gesloten instelling en hierop aanvullend voor preventie van jeugdhulp en zwaardere jeugdhulp.
De ChristenUnie vraagt zich af of een incidenteel bedrag van 100.000 euro toereikend is voor zowel preventie van jeugdhulp, zwaardere jeugdhulp, als ook een mogelijke plaatsing van een jeugdige in een gesloten instelling. Dat was de eerste vraag. Daarop aansluitend, vanuit verschillende partijen, waaronder de ChristenUnie, GroenLinks en D66, is benoemd dat een jeugdraad of een jeugdadviescommissie een aanvulling op de participatie van jongeren met betrekking tot gemeentelijke belangen zou kunnen zijn. Hierover is ook informatie te vinden door een onlangs uitgebracht onderzoek van Verwij en Jonker, waarin geschreven wordt dat participatie leidt tot participatie. In het eerste BRAP is hierover nog niks te vinden. Wat verwacht het college aan mogelijkheden binnen onze gemeente met betrekking tot het opzetten en initiëren van een jeugdraad of jeugdadviescommissie en het hiervoor beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen? Dank u wel. Meneer Boshoven. Ja, dank voorzitter. In het stuk lezen we bij de omgevingswet dat het invoeringsprogramma gefaseerd gaat worden over meerdere jaren, wat inderdaad logische gedachte is. Wel zijn we benieuwd naar de stand van zaken rondom het vormgeven van de omgevingsvisie als vervolg op bouw je eigen buurt. En in navolging daarop is het beschikbare budget nog steeds toereikend. Ja, dank u wel. Meneer Gelling. Voorzitter, onze vragen zijn gesteld. Heel goed. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie sluit zich aan bij de woorden van meneer Bakhuis, dat het een bijzonder goed leesbare BRAP was. We hebben twee vragen. Waarom is het voordeel van 500.000 op de WSW niet volledig geïnvesteerd op inzet voor instrumenten om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden of te ondersteunen naar duurzame arbeid? De harde kernaanpak is nog steeds niet duurzaam geborgd binnen Samendoen. Worden de middelen hier ook voor aangewend? Er zijn nog meer voorbeelden van participatieinitiatieven die baat kunnen hebben bij een extra financiële impuls. Zoals de doorstart van het project Hardenberg United in samenwerking met het OVA College. Of het plan van aanpak blijven is meedoen. Kan de portefeuillehouder hier een toelichting op geven? Tot slot, in de eerste bestuursrapportage van vorig jaar werd gerefereerd naar de wachtlijsten bij Veilig Thuis. Namens mijn fractie heb ik hierover toen mijn zorgen uitgesproken. In zowel het jaarverslag 2017 als in de huidige bestuursrapportage kan ik hierover geen informatie meer terugvinden. Mag ik hieruit concluderen dat er geen wachtlijsten meer zijn? En is er op dit moment een beeld over hoe lang gezinnen in Hardenberg gemiddeld moeten wachten op passende hulp vanuit Veilig Thuis? Dank u wel. Ik moet even naar achter kijken wie ik achter het spreek, maar jullie willen misschien nog overleggen eerst. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag van de Kastanjehof. Of dat gehaald gaat worden? Het antwoord is ja. Zover wij weten, wordt die gehaald. Mocht dat niet zo zijn, dan laten we de Raad dat absoluut weten. Dat is bedenkelijk. Ja, heel fijn. Maar we vinden het ook wel belangrijk dat er dus al nagedacht wordt, omdat we heel erg belangrijk vinden dat het ook gecontinueerd wordt. En wanneer krijgen we die invulmodel, zodat we tijdig actie kunnen ondernemen, of heb je daar enig zicht op? Nee, daar heb ik nog geen zicht op. Dus dat moeten we inderdaad nog uitzoeken voor u. En u heeft wel zicht op die, wanneer die prognose helder is? Ja, dat hebben we nagevraagd en zover... Het was inderdaad, is dat gewoon, wordt dat gewoon gehaald, die prognose? Die wordt wel gehaald? Ja, die wordt gehaald. Oké, okay, we hoeven dus geen zorgen te maken. Nee. Okay. Ja? Ja, uiteindelijk oefening baart kunst. Ik heb even kijken, een antwoord voor meneer Bakhuis op de vraag wat er gebeurt met de wateringsschool tijdens de verbouwing. De huisvesting ook tijdens het project blijft gewoon een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus we gaan daarover met de school in gesprek en we zoeken daar een goede oplossing voor samen met de school. Dan heb ik nog een antwoord op de vraag over de WSW van de PvdA-fractie.
Het fluctueert nogal, we kunnen dat niet zo goed begroten. En dat heeft een beetje plastisch geformuleerd onder andere te maken met hoeveel mensen verhuizen of overlijden. En dat kunnen we natuurlijk van tevoren niet zien. We hebben het nu als incidenteel eventjes opgenomen, omdat we op dit moment juist bezig zijn om dat hele dossier te actualiseren. Er is natuurlijk in het coalitieakkoord ook het een en ander over gezegd. Dus die middelen en of ze te goede kunnen komen aan andere maatschappelijke initiatieven, zoals u vraagt, gaat wat ons betreft mee in het hele, de herijking daarvan. Dus dat komt bij uw raad terug. Nou, in de BRAP wordt voorgesteld om het voordeel te besteden aan de KIK-projecten, dat zijn de participatiegelden, maar ook twee andere projecten die duidelijk binnen de jeugdzorg vallen. En mijn vraag is eigenlijk meer gericht op van, goh, dat 500.000 komt vrij eigenlijk binnen de participatiewet en de voorzieningen daarin. Waarom dan de keuze wordt gemaakt om dan dat 500.000 niet binnen die participatieprojecten aan weg te zetten, maar ook een gedeelte in de jeugdhulp. Is dat omdat het inderdaad toch wat terug te halen van de 1,6 miljoen tekort op dat budget? Dus daar was ik eigenlijk naar op zoek van, goh, waarom is die keuze gemaakt? Die keuze is onder andere gemaakt omdat het KIK-project ook heel erg voldoet aan een deel van de doelstellingen die we met deze wet hebben. En wat betreft de jeugdzorg, daar kan ik u niet de details van geven. Maar een deel daarvan ligt natuurlijk ook in het verlengde van die doelstelling. Maar als u daar de precieze gegevens over wil weten, dan sturen we u daar nog alsnog een notitie over, als u dat graag wil. Ja? Wethouder Terietstap. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen ook over jeugdzorg. Ik pak gelijk even de jeugdraad mee, want die werd hier ook nog even genoemd. We hebben nu wel wethouder jeugdzaken, maar ik denk dat hij nog even was blijven liggen. Ik begin daar even mee met de jeugdraad. ChristenUnie stelde geloof ik de vraag. Ik kan wel in ieder geval zeggen, incidenteel doen we het eigenlijk al. Hè? Als je nu zo bijvoorbeeld kijkt naar het opstellen van de hele omgevingsvisie, het bouw je eigen buurt, hebben op een hele eigen manier hebben ook de jongeren weten te betrekken. Ik denk dat het wel heel goed is om dit jaar toch eens te kijken of we dat verder kunnen vormgeven en vast ook kunnen leggen. Om daar dit jaar al wel eens mee te beginnen. Waar het ook echt wel van belang is van hoe hou je die mensen dan vervolgens ook vast. Dus laten we niet zo een ballonnetje opblazen, iets proberen. Dus de suggestie nemen we in ieder geval aan de hand om daar toch ook eens naar te kijken. Financiële middelen vroeg u gelijktijdig daar ook bij. Die hebben we daar nu nog niet voor gereserveerd, maar ik denk dat we ook gewoon eens eerder wat verder moeten gaan onderzoeken hoe we dat vormgeven. Voorzitter, mag ik hier kort op inhaken? Misschien is het wel leuk, en jullie suggestie toch maar, om dat samen met de raad op te pakken. Of dat misschien zelfs vanuit de raad moet komen, want we hebben meer initiatieven voor jongeren vanuit de raad opgepakt. En we doen dan heel veel voor jongeren, maar het lijkt mij ook een goed idee om dat nou ook eens met elkaar echt te formaliseren. Met elkaar te werken aan een initiatiefvoorstel, daar ook financiële kaders aan te hangen, ook in overleg met u. Maar ik zou er wijs van als wij als raad, maar daar moeten we met z'n allen iets van vinden, dat initiatief gaan omarmen. Dat zou wel mijn voorkeur hebben. Dat was inderdaad de intentie met de vraag. Dat het verder gaat dan alleen een goed voorstel vanuit het college, maar dat we als raad daar echt betrokken bij mogen zijn. Dank je wel daarvoor. Ja. Ja, voorzitter, ik vind het een goede suggestie. Het laatste wat ik wil is de raad voor de voeten lopen. Dus wij stellen onze diensten graag ter beschikking als we u daarin kunnen ondersteunen. Maar ik vind het eigenlijk fantastisch om het initiatief ook vooral bij de raad te laten. Het lijkt me heel goed, sorry dat ik nog één keer onderbreek, mevrouw de voorzitter, maar dat we dat als raad nou die handschoenen oppakken en met elkaar daaraan gaan werken. Dat lijkt mij wijs. Volgens mij is dat omarmd ook om uw eigen termen te gebruiken. Dus, Het college juicht dat toe, durf ik wel te zeggen. Jeugdhulp, jeugdzorg, verschillende zaken die even weer aan de orde kwamen. Ik blijf even bij de vraag mevrouw Van der Veen. Ja, die 100.000 die daarin genoemd werd, hè? Is dat nou voldoende om al die zaken te doen? Dat is te vroeg om te zeggen. Wat we in ieder geval gezegd hebben met elkaar, laten we eens kijken of we daar ook ervaring in kunnen opdoen. Laten we de komende periode aan de samen doen teams, noem het vanuit calamiteiten of vanuit situaties waar ze mee te maken hebben gehad, om toch te kijken van, kun je daar een soort budget aan toevoegen om te zorgen dat je daarin snel kunt handelen en evalueer het ook met elkaar en dan kijk dan of je je winst daar ook in de toekomst mee kunt doen. Maar dat is eigenlijk de reden die eigenlijk al gemaakt was om er nu in ieder geval een ton beschikbaar voor te stellen.
Dus ik kan niet aangeven of het genoeg is of niet. Dat is eigenlijk een van de redenen waarom we het nu willen gaan proberen. De tweede, ook van de ChristenUnie, dat we over... Nou, we hebben nu het tekort, hè, zoals het ook in het jaarverslag staat, een verwacht tekort op jeugdzorg. Uw vraag van kunnen we daar ook eerder, of direct naar het zomerreces, zegt u, hè, van daarop terugkomen, in ieder geval over het eerste kwartaal, daar wat meer duidelijkheid te krijgen van 2018. Ik heb er twee dingen over. Wij denken, ik heb in de eerste ronde over het jaarverslag al aangegeven dat we met het advies, onze eigen administratie willen gaan opzetten om toch te kijken of we daar beter inzicht in kunnen hebben. Daarmee denken wij ook wel eerder informatie, want in het verleden duurde het geloof ik wel 3 jaar voordat we uiteindelijk wisten hoe het 3 jaar daarvoor was. Dat wij nu na de zomer al wel die duidelijkheid zouden kunnen verschaffen over het eerste kwartaal. Maar ik zou vanuit het college toch wel stevig het beroep willen doen om dat wel in de PNC-cyclus te houden. Om ze niet op de verschillende onderwerpen los te halen. Dus dat is even een suggestie van onze kant. En ik geloof dat dat ook de werkwijze is, ook op andere terreinen, om dat wel te voegen in de PNC-cyclus. Dus wat mij betreft kunnen wij de informatie wel aanleveren. Maar dan wat ons betreft in de tweede bestuursrapportage een geëikt moment. Ja, dank u voorzitter. Dan beschouw ik even als een en-en. En u ziet kans om de raad na zomerreces de financiële ontwikkeling wat aan te geven en het ook mee te nemen in de normale PNC-cyclus. Want ik grijp ook eventjes terug naar de presentatie van de BVO hier enige tijd geleden, vrij recent. Dat die ook zelf bezig zijn met het verbeteren van hun hele financiële model. Om ook eerder te kunnen inspelen op vragen van gemeenten van hoe loopt het nu met de kosten. Dus dan zou het mes aan twee kanten kunnen snijden. In uw eigen administratie, maar ook bij de BVO. Voorzitter, ik hoorde eigenlijk even de vraag of ik nu twee keer naar u toe komen, hè? Als ik u vraag. Hè? Er is meerdere informatie, kom ik en? Nou, ik kom wel na het zomerreces bij u terug met de informatie, maar dat zou een beetje flauw zijn, want de tweede bestuursrapportage is naar de zomerreces. Maar ik wou dat moment van de tweede bestuursrapportage gebruiken om ook al over het eerste kwartaal, dat is dus anders dan wat we dit jaar bijvoorbeeld doen, hè? Gaat het over 2017, dus bij de eerste bestuursrapportage, om bij de tweede bestuursrapportage al met informatie over 2018 te komen, zodat u in ieder geval al wel een beeld hebt hoe het zich in ieder geval in het eerste kwartaal van 2018 heeft ontwikkeld. Ik zie enige berusting bij. Ja, nou, kijk, ik vind het toch wat laat. De tweede bestuursrapportage is pas aan het eind van het jaar. Als u zegt van goed, dan worden we over het eerste kwartaal 2018 geïnformeerd. Ja, we hebben dan bijna geen mogelijkheden meer om daar iets van te vinden. Het jaar is bijna afgelopen. Dus ik zou toch wel eigenlijk dringend willen vragen om eerder dan de tweede BRAP deze raad van financiële informatie te voorzien. Ja, voorzitter. Ik vroeg mij in die zin in een eerste bestuursrapportage of in een tweede bestuursrapportage om met die informatie te komen. Kijk, als vanuit de raad de behoefte is om daar eerder bij te komen, ik zie daar in die zin een soort afwijking om op de verschillende onderwerpen wel eerder te komen uit de bestuursrapportage of uit de PNC-cyclus te halen. Mijn voorstel zou zijn om hem wel binnen de PNC-cyclus te halen. Maar goed, kijk, als vanuit de raad breed wordt gedeeld om te zeggen van nou, laten we toch maar eerder met die rapportage komen, dan is dat uiteindelijk ook aan de raad. Vanuit het college zou ik willen voorstellen om in ieder geval wel in de PNC-cyclus te halen. Ik denk dat we het rondje maar meteen even doen. Nou, het is op zich wel aardig dat de PNC-cyclus nu ter sprake komt. Want de vorige portefeuillehouder Financiën, die... We hebben het wel vaker over gesproken, hè, over hoe we die cyclus nou gaan inrichten met elkaar. Ja, dus wellicht is het ook een handschoen voor het nieuwe college om daar nog eens goed naar te kijken. Want in die zin, hè, de PNC-cyclus, daar hebben we het over gehad, hè, van de eerste en de tweede bestuursrapportage, we zien hele grote fluctuaties. Hoe komen we daar wat meer in controle? Daar hebben we wat gesprekken over gehad, maar dat is eigenlijk niet tot een afronding gekomen. Maar wilt u dat nu? Want ik nou, binnen dat licht is het wel aardig om eens te kijken van hey, kan je op een andere manier enigszins rapporteren zonder dat je de raad in positie stelt om te dicht op de uitvoering te gaan zitten. Dat is natuurlijk het risico. Ja,
Ik zit even. Er wordt een vraag door meneer Van der Grampel aan de wethouder gesteld. Daar komt een antwoord op en meneer Van der Grampel is het daar niet mee eens. Dat is prima. Dus dat was de eerste vraag. Hè. Gaan we dat plukje even lostrekken uit de PNC-cyclus en willen we daar eerder over geïnformeerd worden? Meneer Van der Grampel, de fractie van de ChristenUnie wil dat en de vraag is... Even, dat wil ik even losknippen van, eerst losknippen van elkaar. Wil de rest van de raad dat ook? En dat rondje wil ik nu even maken. En daarna kom ik wel even terug op die vraag van meneer Stelpstra. Wie van de fracties wil daar wat over zeggen? Meneer Bakhuis? We zouden dat gewoon onderdeel van de PC-cyclus willen hebben. GroenLinks? Nee, ook. Ja, voorzitter, ik begrijp het niet helemaal, want ik hoor de wethouder zeggen, als u dat wil, eerder informatie, dan kan dat. Maar ik begrijp dus dat de informatie op zich, ook ter zake jeugdzorg, die is wel voorhanden. Dus u zou daar wel eerder over kunnen rapporteren. Want dat is ook dan eigenlijk een vervolgvraag op de accountant, net die geen verklaring kan afgeven dat de informatie ter zake de jeugdzorg niet heeft. Ja, voorzitter, ik heb aangegeven dat wij met elkaar bezig zijn om die administratie anders in te richten, om daar ook eerder. Ik verwacht dat wij na de zomer... meer inzicht zouden kunnen geven zoals we dat nu kunnen geven. Hè? Want nu hebben we niet die beschikbare informatie. Dus dat is niet mijn hoofdreden om te zeggen, doe hem in de tweede bestuursrapportage. Mijn hoofdreden daarvan is om in die integrale afweging, hè, ten opzichte van al de andere zaken, daarin mee te nemen. Of we hem direct naar, ik zou na moeten vragen bij het ambtelijk apparaat, wanneer die gegevens exact beschikbaar zijn of zouden kunnen zijn. Maar de hoofdreden waarvan ik zeg van binnen die tweede bestuursrapportage is met name om gewoon in het geheel af te wegen ook. En ik hoor hier een suggestie om de PNC-cyclus anders in te richten. Ik wil zeggen, daar heeft de raad zelf natuurlijk de meeste zeggenschap in. Zo had ik hem ook begrepen dat u wel eerder de informatie heeft, maar dat het de vraag is, wil je de PNC-cyclus loslaten? Nou, ik heb hier een aantal fracties over gehoord, dus blijft de vraag aan de VVD-fractie nu. Wilt u eerder dan bij de volgende BRAP? Nou, wij sluiten ons wel aan bij de ChristenUnie. Het lijkt ons goed om eens de hele PSC-cyclus weer eens tegen licht te houden. Want ik begrijp niet, maar ik begrijp oprecht niet waar we nu over hebben. Hè. Want we hebben nu over de jeugdzorg, over het verkrijgen van informatie daaruit. En terwijl we voordat lezen dat het 1,5 tot 2 jaar duurt voordat we informatie van de jeugdzorg krijgen. Dus dan lijkt het mij ja, de vraag wanneer wil je informatie, ja, als die er is, zou ik graag willen hebben. Maar ik had tot nu toe niet het gevoel dat informatie voor de jeugdzorg er ook was om te delen. Nee. Ja, voorzitter, ik denk dat ik het zelf ook een beetje te moeilijk heb gemaakt met mijn bijdrage. Daarom heb ik hem ook losgeknipt. Want daarom wil ik graag eerst die vraag van meneer Grampel beantwoord hebben. Dat rondje wilde ik duidelijk maken. En uw vraag gaat veel verder dan dat. Ja, maar ik denk ook dat de vraagstelling of je de PNC-cyclus los wil laten... een te grote vraag is. Wij willen gewoon geïnformeerd worden. Naar de kandidaat actieve informatie heeft niks te maken met de cyclus. Heel fijn, want dan hoef ik dat tweede rondje over uw toch wel wat omvangrijke vraag niet te maken. Hè? Maar het lijkt, als dat gewenst wordt, dan is dat wel aan de raad. Dus dan zal het ook vanuit de raad volgens mij moeten komen. Meneer Gelling hoeft niet per se eerder informatie over... de informatie die meneer Van der Grampel wel eerder wilde hebben. Ik ga het ook niet groter maken dan het is. Wij zouden graag ook actief geïnformeerd willen worden over informatie die er is. Of u er wel of niet is. Wat ons betreft zou de cyclus zo moeten zijn dat als er informatie is, dat u die deelt. En hoe we dat in gaan kleden, daar kunnen we het nog eens hebben over de nieuwe ronde van verantwoording, denk ik. Goed. Dank u wel. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik vind het inmiddels wel een bijna moeilijke discussie worden. Mijn antwoord op uw vraag is, antwoord op meneer Van Grampels vraag dan ook is... ik ben eigenlijk wel tevreden met de beantwoording van deze portefeuillehouder. Er is een PNC-cyclus en dat is een geëigend moment. Ik kan me echter wel weer voorstellen, om maar een duit in het zakje te doen, dat mochten er nou schokkende grote afwijkingen zijn ten aanzien van de prognoses, et cetera, dat we dan toch even aan de bel trekken. Oké, heel goed. Op koers. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons, als er nieuwe informatie is, dan willen we dat natuurlijk graag weten. We willen graag op de eerste rij zitten om te beoordelen wat kan, wat niet kan. Maar verder kunnen we ons wel vinden in het, wat de heer Van der Grampel ook zei, van in het personeel en
dat controlecyclus. Partij van de Arbeid. Tweede beerrap is wat ons betreft dit jaar voldoende, maar wij zouden ook graag eens verder willen praten over van, goh, hoe gaan we daar in de toekomst mee verder. Duidelijk. 50 plus. We willen graag zo snel mogelijk de informatie. Sorry, ik heb u niet verstaan. Dat is niet best. We willen graag zo snel mogelijk de informatie. Oké. Okay. Voor zover ik het kan overzien, roept de meerderheid van de raad op dit moment hou lekker die PSC-cyclus aan. Maar als er voor de tijd dringende nadere informatie is, willen we dat graag weten. Dus dat is even mijn conclusie van dit rondje. Verwacht u dat ik daar nog op reageer, voorzitter? Als u dat wil doen, heel graag. Als u mij de interpretatie vertrouwt van een dringende een dringende noodzaak om van informatie te voorzien. Ja, we zullen die informatie proberen. Wij gaan altijd heel zuiver, willen we omgaan met met de informatieverstrekking richting de raad. Dat lijkt me vanzelfsprekend, maar je kiest ervoor in bepaalde momenten. Ik vind hem wat ruim interpretabel, dus ik weet niet precies wat er nu van mij verwacht wordt. Vandaar dat ik ook het voorkeur heb om vooral binnen de PNC-cyclus, want daarin informeren wij u gewoon over de stand van zaken en ook eventueel, want we hebben niet over allerlei willekeurige informatie. We hebben het ook over financiële consequenties waar we het over hebben. En ik vind dat die heel erg in een financiële PNC-cyclus thuis zou horen. Dus dat is met name voor mij even de reden om te zeggen, om ook die willekeur wat uit te halen. En niet alles van, nou, als die wethouder denkt van dat is belangrijk, dan deel ik het. Want dat vind ik wel. Nou ja, ik vind het fijn als u me daartoe vertrouwt, maar ik weet niet of ik daar heel blij mee ben. Nee, maar dat lijkt mij de juiste interpretatie. Ik stel me voor dat de raad niet verrast wil worden door informatie die u eerder had kunnen geven en die sterk afwijkt van de verwachting. Maar het lijkt mij, de interpretatie die u nu geeft, lijkt mij de juiste. Waren dat de vragen die u moest beantwoorden? Nee, ik had er nog eentje volgens mij over de wachtlijst van Veilig Thuis, van PvdA. Ik heb daar gewoon heel goed in gehoord. Er zijn inderdaad geen wachtlijsten. Dus dat waren mijn antwoorden. Wethouder Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Er werd door de heer Stelstra nog een referentie gemaakt aan de PNC-cyclus en wat dit college daarvan vindt. Nou, gezien de importantie, maar ook de ingewikkeldheid waar u daarover gesproken heeft, zou ik zeggen, maakt u vooral gebruik van de raadsagenda. Dan ben ik daarmee van één probleem ontdaan. Dat wordt wel heel makkelijk, voorzitter, om nu alles naar de raadsagenda te schuiven. Voorzitter, ik constateer daarbij dat er een coalitieakkoord ligt dat begint met de initiërende rol van de raad. Dus als u een andere vormgeving wilt van die PNC-cyclus, dan horen wij graag van uw raad wat de wijzigingen daarin zouden moeten zijn. Nou, sterker, het college heeft een weg ingezet om daar te komen tot een nieuwe PNC-cyclus. En u zegt nu in feite van, nou, daar stappen we van die weg, stappen we af. Nee, wat we volgens mij vorige keer ook gezegd hebben, is bijvoorbeeld de knip te maken tussen de behandeling van de jaarrekening en de kadernota die we straks hebben, om die niet meer gezamenlijk te doen. Maar ik constateer bij wel die verschuiving levert ook alweer een probleem op. Als je gaat de jaarrekening zo vroeg te behandelen, levert dat bijvoorbeeld ook een probleem op als het gaat om de accountsverklaring. Goed, dat is een van de problemen die we juist gehad hebben. Maar als u als raad een hele andere invulling daarvan wilt, dan is het volgens mij goed om daar ook met elkaar over te spreken. Nou, we hebben daar met elkaar over gesproken en er zijn plannen geweest om informatief met elkaar te praten, hè, in een andere tijdsetting. En ik ben gewoon even benieuwd hoe de huidige portefeuillehouder, waarvan ik mij kan voorstellen dat hij daarin ook een bepaalde weg in wil kiezen, welke weg hij daarin ziet. Ja, voorzitter, dan leg ik mijn oor daar nog eens graag voor te luisteren, als ik het niet erg vind. WMO-voorzieningen, daar was een vraag gesteld over het doelgroepenvervoer. We hebben met 4 gemeenten gezegd van, nou, we gaan kijken of we dat wat samen kunnen doen. Daarin is vooraf een geschat voordeel gekomen voor alle 4 de gemeenten. Alleen bij de daadwerkelijke aanbesteding is gebleken dat voor 1 gemeente, namelijk die van Oostwijen, dat daar een negatieve effect uit de aanbesteding komt. En toen hebben alle andere gemeenten gezegd, nou, dan zijn we daar solidair aan en dan zorgen we dat in ieder geval op 0 terecht komt. De meet vier ik maar even aan vanuit financiën, volgende keer misschien vanuit gebouwen, maar daar de vraag over die 6 ton tegenover die 175.000 die nu in de eerste B-rap staat. Daarbij is het zo dat er stond 4 ton gereserveerd voor 2019. Er is aangegeven dat men graag eerder wil beginnen, daarom is die 175.000 euro naar voren gehaald. Dan kunt u zelf berekenen dat daar nog 2 ton aan ontbreekt.
We hebben die nu op dit moment zo niet inzichtelijk. Het kan zijn dat die bij 2022 staat. Die cijfers heb ik hier niet gereed, dus dat zal ik even nakijken. Maar als er een verplichting gemaakt is voor 6 ton, dan zal die vorm moeten worden gegeven. En dan tot slot, voorzitter, de motocross. Er was nog een vraag over, geloof ik, ook vanuit de zijde van de ChristenUnie. En daarbij is het volgende het geval. En na de zomer zijn er een aantal gesprekken geweest, namelijk op 8 januari. Daar zijn twee locaties bij bekeken. Dat is het Rova-terrein, nu wel bekend als Bovenveld, en ook de Broeklanden. En voor de Rova geldt dat dat eigenlijk niet door kan gaan. Er zijn afdichtingsmaatregelen genomen op dat terrein die niet toestaan om daar overheen te crossen. Ook de provincie is het daar niet mee eens. En het initiatief botst ook met het beleid om daar iets te gaan doen met duurzaamheid. Nog los van het feit dat de nodige afstanden ook daar niet gehaald kunnen worden, omdat er binnen het gebied van 700 meter 10 tot 15 woningen liggen, zowel in de gemeente Hardenberg als in Ommen. Nou, hebben we die andere locatie, de Broeklanden Zuid. Nou, dat is in beeld als bedrijventerrein in onze gemeente. Kostbaan past in die zin niet in de exploitatie van het plan. Ook gezien het feit waar het gesitueerd zou zijn, is ook nog het plekje waar het bedrijventerrein voor het meeste meters in de boeken staat. Maar ook daar geldt dat de afstand van 700 meter die de categorie vereist niet gehaald kan worden omdat gebied 10 woningen liggen. Nou, dat is eind februari ook medegedeeld aan de club. Op 16 april heeft er nog een gesprek plaatsgevonden, ook hier ambtelijk overleg. Daarin is dat ook aangegeven, daarin zijn geen nieuwe locaties aangedragen. Maar de club heeft wel gevraagd, van, nou, wil eens met ons meedenken, zoals u ook met andere sportverenigingen meedenkt over alternatieven. Dat is tot nu toe niet zozeer vanuit de gemeente gebeurd, maar vooral ook vanuit de motocross zelf. En ik heb begrepen dat vorige week vrijdag een verzoek is binnengekomen voor een overleg met de wethouder. Dus daar ga ik op korte termijn dan gehoor aan geven. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter, ik heb nog een, in de beantwoording van onze portefeuillehouder, daar staat ook ongeveer in het stuk dat er bijgepast wordt. Gebeurt dat volgend jaar weer, maar mijn vraag was eigenlijk van wat wordt er nou gedaan om dat maatwerkvervoer ook in de gemeente Oostweijen misschien wat passender kunnen maken? Of is dat een zaak van de gemeente Oostweijen of praten jullie er samen over? Ja, het is met de vraag of het in die zin zeg maar de schuld van Oostweijen is en dat het om die reden acties behoeft. Ik ben vandaag in die zin op de eerste dag vooral begonnen met de gegevens van de gemeente Hardenberg. Maar ik wil nog even voor u nakijken hoe dat precies tot stand gekomen is. Waarom zeg maar vooraf gedacht werd dat er uit de exploitatie voor alle gemeenten een positief resultaat zou komen. En waarom dat nu voor die ene niet zo is. Het is natuurlijk wel zo dat ook al die andere gemeenten daarin solidair zijn. Dank u wel. Ik heb geprobeerd mee te vinken en volgens mij heeft u de vraag van GroenLinks nog gemist. Klopt hè? Over de omgevingsvisie en de omgevingswet. Klopt inderdaad. Wilt u de vraag nog een keer stellen? Ik had gevraagd naar de stand van zaken van de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Aangezien de omgevingswet nu gefaseerd wordt over meerdere jaren. En of het budget wat er voor staat nog steeds toereikend is. In zoverre wel dat het blijkbaar niet behoefte is geweest om in de eerste B-rap daar al van af te wijken. Maar ik stel voor dat we die ook even schriftelijk meenemen, voorzitter. Prima. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Bakhuis. Ja, het heeft heel te maken met de eerste termijn, voorzitter. Want ik heb het gevoel dat mijn vraag van mij nog niet beantwoord is ten aanzien van de Samen Doen Teams. Waarin op pagina 9 gepraat wordt over extra inhuren van personeel. Omdat personeel niet beschikbaar was van de geleerde organisaties. En mijn vraag is van waarom dat zo was. En wat staat hier nog meer? Kan het te maken hebben met werkdruk? Een reactie graag daarop. Ik weet niet wie er over de Samen Doen Teams gaat. Mevrouw Luiten. Meneer Bakhuis, namens het college verzoek ik u of u het heel vervelend zou vinden als we daar schriftelijk. Omdat we het antwoord op deze vraag op dit moment nog even schuldig moeten blijven. Ik vind het niet vervelend. Dank u. Hartelijk dank. Dan zijn we bij agenda punt 8. Verordening Reïntegratie Participatiewet. IOAW, IOAZ, gemeente Hardenberg 2018. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Joldersma, meneer Van der Grampel. Mevrouw Joldersma.
Voorzitter, het CDA heeft met belangstelling kennis genomen van de bijgestelde verordening. Wij begrijpen de aanpassingen op twee punten in deze verordening, als het gaat over de no-risk polis en het beschut werken. We hebben wat minder begrip voor de toelichting die ook wordt gegeven bij de verordening, dat die maar zo algemeen mogelijk is gehouden en eigenlijk ook zo weinig concreet mogelijk, omdat dat in de regio is afgestemd. En eigenlijk geeft dat dan ook maximale vrijheid aan het college. Als je nou als inwoner van de gemeente Hardenberg wilt kijken wat je rechten en plichten zijn als je die verordening leest. Bijvoorbeeld als je gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer bent, als je oudere zelfstandige bent die je bedrijf beëindigt, dan is het heel moeilijk uit te halen, gaat die regeling nou voor mij op of gaat die nou niet voor mij op? Er wordt aangegeven dat deze verordening een neerslag is van het beleid, maar eigenlijk nergens zien we een verwijzing naar het achterliggend beleid, het beleidsplan samen doen. We zagen bijvoorbeeld bij de gemeente Raalte, ook in onze regio, dat die nog een aparte beleidsregel heeft. Hebben wij, zover wij hebben kunnen vinden, als gemeente Hardenberg niet. En dat geeft ons aanleiding om 4 concrete vragen te stellen over deze verordening. In de stukken kwamen wij tegen dat er ook nog een tegenprestatieverordening is van 2015. In andere gemeenten zien we dat ze die tegenprestatieverordening opnemen in deze verordening. Betekent dat in Hardenberg nog steeds dat de tegenprestatieverordening van 2015 nog steeds geldt? Als we kijken naar de wetgeving over beschutte plekken, dan betekent dat dat er eigenlijk ergens moet staan hoeveel beschutte plekken wij als gemeente moeten leveren. Dat zijn er 16. Had dat eigenlijk niet ergens in de verordening moeten staan? En nou, de verordening zal op de geëigende manieren zal die worden gepubliceerd. Maar ja, dan nog steeds is die oudere zelfstandige die zijn bedrijf wil beëindigen. Of die gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, hoe komt hij er nou achter dat die regeling ook op hem van toepassing is? Zijn er nog meer mogelijkheden tot publicatie waar de gemeente aan denkt? En tenslotte moesten wij nog even vooruitdenken. We dachten van, nou, deze verordening raakt eigenlijk ook heel erg wat we in andere gemeenten zien. Die hebben dan een soort broodfonds waar werknemers elkaar helpen. Als het even moeilijk zit of als ze te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, gaat de portefeuillehouder ook stimuleren dat er in de gemeente Hardenberg, we hebben hier al eens zo'n informatiebijeenkomst over gehad, gaat de gemeente ook stimuleren dat zo'n broodfonds ook in de gemeente Hardenberg komt. Dat waren onze vragen. Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Wij zien en onderschrijven de redenen voor het aanpassen van deze verordening. En wat betreft de voorgestelde wijziging zijn wij daarmee akkoord. Wij hebben nog wel een vraag met betrekking tot het jaarlijks beschikbaar stellen van het minimum aantal werkplekken voor beschut werken. Mevrouw Jollersma refereerde er ook al even aan. Dat is nu 16. Dat zou voor volgend jaar moeten stijgen naar 21. Voldoet de gemeente Hardenberg op dit moment aan het beschikbaar stellen van dit aantal plaatsen? En afrondend, voorzitter, we constateren met voldoening dat de participatieraad hierbij betrokken is en dat ze een adhesieverklaring hebben uitgebracht. Dank u. Wie van de wethouders mag ik naar voren vragen? Mevrouw Luijten. Dank u wel, voorzitter. Ik ga het rijtje de andere kant om af, dus ik begin bij meneer Van der Grampel. Nee, wij voldoen op dit moment niet aan de 21 plekken die u noemde. Er komt binnenkort een evaluatie over beschut werk en daarin gaan we daar verder ook op in. Dan neem ik die vraag ook eventjes van u mee. De 16 beschutte plekken waar we nu aan moeten voldoen, die zijn niet in de verordening opgenomen, omdat dat een landelijke taakstelling is die elk jaar wordt aangepast. Dus die gaan we niet in dit soort langer durende verordeningen opnemen. Het broodfonds waar u het over had, dat is over het algemeen een vrijwillig ding voor kleinere ondernemers. We zijn wel van plan om te gaan kijken hoe we bijvoorbeeld voor ZZP'ers naar een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen gaan kijken. En het broodfonds is een van de manieren die daar op dit moment, of een van de alternatieven die daar op dit moment ook voor geldt. Dus op het moment dat we naar dat soort onderwerpen kijken, nemen we dat ook zeker mee. Maar daar komen we dan nog bij u op terug, als u dat goed vindt. De tegenprestatieverordening uit 2015, die bestaat inderdaad nog. En wat betreft de algemeenheid van de regeling en of een te pensioneren ondernemer weet of hij hier nou aanspraak op kan maken of niet,
Het is goed gebruik, zeker met dat soort grotere verordeningen, om dat wat algemener te houden. En het is ons, aan ons als gemeente zelf om te communiceren met de mensen in onze gemeente die daar aanspraak op zouden kunnen maken. Dus we communiceren niet met zo'n formele verordening. Dat is meer de formele, om het maar even populair te formuleren, back-office. Het gaat om ons communicatiebeleid en ook via de kanalen die we daarvoor hebben. Dat we mensen erop wijzen dat ze hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voorzitter, dank voor de antwoorden. Zou u dan misschien toch, als u bezig gaat met dat beleid, dan toch eens kunnen kijken hoe u ook kunt kijken naar die communicatiemiddelen? Want wij komen mensen tegen die denken van, nou ja, wij wisten niet dat het op ons van toepassing was. En ik kan me toch voorstellen, ik heb van heel veel verschillende gemeenten de verordeningen naast elkaar gelegd. En sommige zijn daar heel concreet in. Bijvoorbeeld als het gaat om activeren, wat dat nou precies is. Onze toelichting is wel wat beter. Maar misschien dat u toch in de onderhandelingen van volgend jaar, als u weer moet worden bijgesteld, kunt kijken of u nog iets concreter en actueler kan. Dat zullen we zeker doen, maar daarbij geldt natuurlijk wel dat op het moment dat wij een verordening maken voor onszelf in ons eentje, zal ik maar zeggen, als gemeente, dan kunnen we net zo specifiek zijn als we willen. Op het moment dat je dat met een aantal gemeenten doet, dan zal je noodgedwongen wat algemener moeten blijven, omdat elke gemeente dat ook in ieder geval in de praktijk voor zichzelf weer voor een deel zelf wil invullen. Maar ik neem uw suggestie om te kijken naar de wat duidelijker en concretere verordeningen graag mee voor als die weer voorbij komt. Dank u wel. Hartelijk dank. Hoeft aan de tweede termijn? Niet? Dat is mooi. Ik wil graag weten, voorgaande stukken die gaan vanzelfsprekend als bespreekstukken naar de raadsvergadering, maar geldt dat ook voor dit stuk of wordt dit een hamerstuk? Hamerstuk? Hamerstuk. Prima. Dan zijn we bij de rondvraag, punt 9. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Niet? Dan dank ik u hartelijk voor uw aandacht en inbreng en voor het meehelpen met op tijd gereed te zijn voor de raadsvergadering. Het is precies 8:30. Over 5 minuten gaan we beginnen met de raadsvergadering. Dank u wel.